Welkom, burgemeester. Leden van de raadscommissie, welkom. Ook de wethouders, ik wil geen stiefkinderen maken, ook de wethouders van harte welkom. Mensen op de publieke tribune en de mensen die thuis meeluisteren of meekijken, ook van harte welkom. Als raadsleden hebben wij van het overlijden van Berend van der Beek, oud-wethouder en oud-raadslid. Wij besteden daarvan aandacht aan. Dat wordt in de eerstkomende raadsvergadering gedaan, maar ik dacht dat het toch goed was om dit even te vermelden. Wij hebben twee insprekers voor het onderwerp natuurbegraafplaats. Agenda om gegooid wordt. Verder nog eventueel voorstellen om nog wat te doen. Dan kan de agenda vervolgens zo gedaan worden, zoals voorgesteld. En dan vraag ik nu meneer Slachter om in te spreken. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben Jan Slachter van uitvaartverzorging Vegdaal. Meneer de voorzitter, hartelijk dank dat ik hier vanavond in mag spreken. En ik ben wel helemaal niet zo'n erg een grote spreker, maar toch wil ik graag het volgende kwijt. Ik zou de komst van de natuurbegraafplaats hier in Ommen van harte toejuichen. Alleen al vanwege het feit dat ik bij voorbesprekingen van uitvaartwensen, die mensen toch heel vaak doen voor in de toekomst, meermalen te horen krijg, wat zou ik graag als het mogelijk is op een natuurbegraafplaats begraven willen worden. We hebben er pas nog meegemaakt en het was dan ook zo heel bijzonder. Een graf voor eeuwigdurend recht. En die mensen spreken er vaak uit. Het idee alleen al om in een graf van strakke rij te liggen en daarna 30 jaar misschien weer opgeruimd te moeten worden, daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken. En dan zeggen ze, schrijft u maar op meneer Slachter, dat wanneer dat mogelijk is in Ommen of omgeving, daar onze voorkeur naar uitgaat. Een eeuwigdurend graf en opgaan in de natuur, deel uitmaken van het ecosysteem. Dat is wat deze mensen echt voor ogen hebben. Maar ja, veelal de bestaande natuurbegraafplaatsen die er zijn, liggen meestal niet in de buurt. En dat is dan vaak een struikelblok, ook voor de nabestaanden. In mijn archief liggen zeker een tiental van deze wensen van deze mensen opgeslagen, waarvan er één binnenkort waarschijnlijk ook zal komen te overlijden. En die persoon hoopt dan ook heel erg vurig dat zij er nog een poosje mag zijn en dat haar wens hier in Ommen wel gestalte krijgt. Want anders zal zij dus naar heel erg meer gaan bij Assen. En meneer de voorzitter, Ommen had en heeft nog steeds volgens mij een slogan. En dat is zelfstandig en uniek. En ik vind het zou toch wel heel mooi in het beleid van Ommen passen om deze manier van begraven mogelijk te maken op een zo mooie en unieke plek in de natuur van Ommen. En ik spreek dus ook namens allerlei mensen die dus dat graag zouden willen doen. Maar ik weet ook zeker dat ik vast niet de enige uitvaartverzorger ben die dezelfde toespraak zou houden als ik. Dank u wel. Zijn er vragen voor meneer Slachter? De heer De Jonge. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb één vraag, want meneer Slachter refereert naar wensen voor dit soort begraven. Kunt u aangeven van hoeveel ommenaren u kent die deze wens hebben of die wens bij u neergelegd hebben? Nou, toch zeker momenteel heb ik een stuk of 10, dat zijn allemaal ommenaren. Dat zijn echt allemaal ommenaren, ja. Die dus in het archief liggen om op die manier begraven te worden in de toekomst. Ja, en dan spreek ik alleen over dus in Ommen. En we werken dus ook in Dalsen, maar daar speelt het ook. Dan mag u plaats innemen en dan mag meneer Spulman naar voren komen. En meneer Spulman is de initiatiefnemer.
Ja, oké, dank u wel. Geachte leden van de raad, in september stond ik ook op deze plek om te vertellen over Stichting Heidehof en het plan dat wij hebben met het perceel bos nabij de golfbaan. U had die avond veel vragen en sindsdien is er veel gebeurd. Ten eerste zijn die vragen beantwoord. Ten tweede hebben we informatie georganiseerd in de Bootsman in Stegen voor buurtbewoners en voor geïnteresseerden en die werd goed bezocht. Ten derde zijn er meerdere mensen vanuit Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Dedemsvaart naar onze natuurbegraafplaats in Drenthe gekomen omdat ze met eigen ogen wilden zien hoe de natuurbegraafplaats daar eruit zag. Als vierde hebben we contact gehad met diverse uitvaartondernemers hier in Ommen en omgeving. En die zijn eigenlijk allemaal enthousiast over ons project. En als laatste hebben we contact gehad met diverse natuurorganisaties, zoals Natuur en Milieu de Vechtstreek. En daar hebben we ons plan toegelicht en hun visie gevraagd op dit plan. Het bestuur van Natuur en Milieu de Vechtstreek heeft in elk geval al laten weten positief te staan tegenover ons plan. En daarom hopen we dat u als gemeenteraad ons een kans geeft om, net als dat we in Ees gedaan hebben, hier de natuur te versterken en een mooie voorziening te beginnen. Dank u wel. Vragen voor de heer Speelman. De heer Mors. Prijs voor een graf bedoelt u? Daar hebben we ook nog niet een heel duidelijk beeld over. Dat moet natuurlijk wel een beetje vergelijken met de prijs in Ommen en wat daar omheen zit eigenlijk. Dat staat nu nog niet vast. Er zijn verder geen vragen, dus u mag uw plaats innemen. Ik neem aan dat elke fractie het woord wil voeren. En dan begin ik met de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad ook al in een informatieavond te sprake geweest. Er wordt gerefereerd aan de vereniging De Vechtstreek die er positief tegenover staat. We hebben ze geïnformeerd bij Natuurmonumenten die er ook inderdaad positief tegenover staat. Ook een van de kerntaken beheert. Staatsbosbeheer heeft een wat andere mening. Behoort niet tot de kerntaken. Ze staan er ook niet onverdeeld positief tegenover. Er zijn wat mitsen en maren. Goed, wij zeggen niet onverdeeld nee. Tegen dit plan. Wat wel een punt is, is dat er wel wat bebouwing moet plaatsvinden. Als ik even niet vergis, 200 vierkante meter plus nog parkeerplaatsen. Nou, de vraag is of dat nou in een natuurgebied zo wenselijk is. En ten tweede gaat het, en daar ben ik het wel mee eens met staatsbosbeheer, dat je dat alleen moet doen in gebieden wat met weinig natuurwaarde. Nou, is dit hier ook aan de orde? Is dat getoetst? En dat is eigenlijk de vraag. Zo zover. De fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Op zich hebben wij geen vragen. Het is natuurlijk wel straks welke bebouwing gaat er komen. Maar dat is in het vervolgproces. Zal dat aan de orde komen? Maar in principe hebben wij geen vragen hierover. Dank u wel. De heer Mors van de fractie van D66. Ja, voorzitter, allereerst missen wij in een stuk, want bij eerdere bijeenkomsten is het niet alleen door ons, maar een andere fractie qua gegeven dat wij graag hadden willen zien dat er vanuit het college een onderzoek zou plaatsvinden of wij zelf als gemeente niet zoiets zouden kunnen exporteren. Daar is volgens mij ook aangegeven dat er in en rond Laamanshoek, want dat is voor ons eigenlijk al een prachtige natuurbegraafplaats, ruimte is. En ik zou graag van het college vernemen waarvoor dat niet meegenomen is in het stuk en waarvoor er geen voorstel in opgenomen is. En daarmee refereer ik ook een beetje stuk terug naar het stuk van Binnenlands Bestuur, waar een prachtig artikel in heeft gestaan van natuurbegraafplaatsen is een trend geworden en exploitatie daarvan is big money. En in onze optiek is dat hier, wij zijn niet tegen ondernemerschap, maar wat je hier in onze type wel ziet is dat goedkope bosgrond gekocht wordt, overgaat naar begraafplaats en daarmee een veelvoud van waarde krijgt, voorzitter.
Ja, als je kijkt naar de effecten voor de natuur, de voorgaande fracties hebben er ook al twee aangegeven. De parkeren en de bebouwing op het perceel. En als we dan even terugkijken naar het verre verleden waarin de golfbaan, bestemmingsplan golfbaan aan de orde kwam, is er heel veel gediscussieerd over het perceel daar en de aanliggende percelen van hoe daarmee omgegaan moet worden. Daar is een grote aanpassing zijn er geweest voor behoud van natuur en natuureffecten daarin. En eigenlijk missen we dat hier in dit voorstel ook van, ja, wat zijn de gevolgen in de toekomst voor de natuur en dan niet alleen voor wat begraven betreft, maar ook voor de randeffecten, parkeren en bebouwing, voorzitter. Ja, en u proeft het al, want, en ik zal hem gelijk maar aangeven, wij kunnen op rationele gronden ons niet vinden in het voorstel om mee te gaan in principeverzoek en verder te gaan met de uitvoering hiervan. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Nou, even heel kort. Het CDA is van mening dat dit past bij Ommen. Er is vraag. We hebben net gehoord van meneer Slachter. En wat het CDA betreft kunnen we doorgaan met de procedure. De heer Van der Mooren van de ChristenUnie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij willen wel beginnen met in eerste instantie naar het karakter van dit stuk te kijken. En het karakter van het stuk, dat valt ons op, want we zijn nu wel met elkaar bezig om met het college te overleggen. Er is een initiatief binnengekomen en daar praten we dan met elkaar over om te kijken op welke manier we daarmee verder gaan. Het is dus overleg met het college, terwijl wij vinden dat het stuk het karakter ademt van een bepaalde richting uitsturen. En dat lijkt ons dus absoluut niet juist waar het gaat om overleg. We worden een bepaalde kant uitgestuurd. Het is als het ware een voorstel, terwijl het overleg is. We verwachten bij dit onderwerp zeker een objectief stuk waar wat ons betreft dezelfde elementen en argumenten in kunnen staan, maar geen doelredeneringen om tot een bepaalde uitkomst te komen. En wij als fractie van de ChristenUnie kijken met gemengde gevoelens tegen het onderwerp aan. En dan vindt dat niet zozeer zijn oorsprong in principiële bezwaren, dat wil zeggen religieuze problemen. We vragen ons wel af hoe reëel en hoe haalbaar een natuurbegraafplaats in Ommen is. Laten we wel zijn, tot nu toe horen we alleen maar argumenten van ervaringen en we vinden dat. Er is naar onze mening, als we zo die uitspraken aanhoren en lezen, duidelijk sprake van een commercieel aanbodgerichte activiteit. En die wordt gemotiveerd met argumenten die evenzeer van een tegengestelde inhoud voorzien kunnen worden. En dat baart ons best zorgen. We voelen ons dus een bepaalde richting uitgestuurd, ook door de al ondernomen stappen van initiatiefnemer. Dan denken we daarbij aan aankoop van die bosgrond. Ook door de inrichting van het commissievoorstel. En dat lijkt ons gewoon voorbarig. Verstandiger lijkt het ons om eerst eens goed met elkaar door te spreken welk voordeel een natuurbegraafplaats voor Ommen heeft. In Ommen worden overleden mensen begraven op bestaande begraafplaatsen die daar speciaal voor zijn ingericht. Geen inbreuk op de omgeving, een duidelijk herkenbare plaats en een zorg van de gemeenschap zelf. Meewerken aan een begraafplaats geïnitieerd door particulieren als een verdienmodel voor die particulieren heeft niet onze voorkeur. Dank u. De fractie van de LPO. Yes. Dank u, voorzitter. Los van de principiële vraag, wil je wel of niet een natuurbegraafplaats in Ommen, hebben wij op dit moment twee vragen. En de eerste is waar collega Van der Mooren mee eindigt. Het is een nieuwe commerciële activiteit. En de vraag die hebben we al eerder gesteld, in hoeverre wordt deze activiteit een concurrent van onszelf, van onze gemeentelijke begraafplaats? Want blijkbaar is er toch wel veel vraag naar. En het tweede aspect, en dat is al door meerdere collega's genoemd, is de verkeersbewegingen, de toeloop, gebouw. Dat is wel een punt waar wij toch wel wat zorgen over hebben. En daar zouden we graag meer duidelijkheid over willen hebben. Dank u, voorzitter. Het woord is aan wethouder Ter Keurst.
Voorzitter, dank u wel. Om met het laatste te beginnen, ik weet niet of u alle stukken hebt gezien, er is een verkeersstelling uitgevoerd. Die gaat van 44 tot ver over de 60 motorvoertuigen per etmaal. Afhankelijk van dag of weekend en of men daar een graf uitzoekt, dan wel een graf kon bezoeken. En op zich is dat een hele lage verkeersintensiteit. Bij een begrafenis, afhankelijk van, is de capaciteit, de dalcapaciteit bepaald op ongeveer 27 parkeerplekken en op een piekcapaciteit van 37, dacht ik uit mijn hoofd. Dus dat is ook te managen. De voorwaarde in het stuk is dat de voorzieningen moeten komen bij of zo dicht mogelijk aan de weg. De voorkeur van initiatiefnemer gaat er ook vanuit. En dan in het gebied waarin de Amerikaanse vogelkers, de bospest, wordt aangetroffen. Die wil men daar dan ook met wortel en tak uitroeien. Vervolgens stellen wij als voorwaarde dat de natuur moet gaan boven het begraven. De natuurwaarde moet prevaleren boven het commerciële gewin. U hoorde net een van de insprekers zeggen, een tiental mensen die aangegeven hebben. Wij gaan ervan uit, op basis van gegevens die wij hebben gevonden, dat ongeveer 2,5% zal aangeven een natuurbegrafenis te willen hebben. Wij denken dat we in onze exploitatie, staat ook in het stuk vermeld, dat kunnen handelen. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Als je gaat rekenen voor de totale omgeving, ongeveer een verzorgingsgebied van 200.000 bewoners, het aantal overlijden en het aantal mensen dat ervoor zou kiezen om hier op termijn begraven te worden, dat gaat dus over de hele regio, niet alleen over Ommen, over de hele regio verzorgingsgebied, dan kom je op een getal van net iets onder de 70, terwijl initiatiefnemer uitgaat van maximaal 50 begrafenissen per jaar. U zou niet moeten willen dat vanuit het hele verzorgingsgebied en ieder hier op de reguliere begraafplaatsen zou willen worden begraven, want daar hebben we geen plek voor. Wij denken dat het geen concurrentie is van ons eigen begraafplaatsen. Het zal een fractie zijn en dat is in de exploitatie prima op te vangen. Ten aanzien van de vraag waarom staat in het stuk niet dat we het zelf gaan doen, die vraag is eerder gesteld toen het hier was, ook door de vertegenwoordiger van de VOV. En toen heb ik ook gezegd, het staat wel degelijk in het stuk, namelijk op bladzijde 3, dat wij voor de natuurwaarden op Laanlandshoek geen meerwaarde zien en het daarom niet zelf willen. De vraag die wij stellen is dezelfde vraag als die wij in de eerste behandeling, en dan ga ik naar de ChristenUnie, hier hebben gesteld. Willen wij dit in Ommen? Dat is de eerste vraag die we stellen. De tweede vraag is, willen we dat zelf? En de derde vraag is, als we het willen, onder welke voorwaarden willen we het dan? Dat staat allemaal benoemd in dit stuk. Voorzitter, ik heb geen glazen bol waarin ik namens het college kan kijken hoe het allemaal zal lopen. In Engeland, als we dat als referentiekader nemen, wat al sinds jaar en dag is, dan zal het op termijn groeien naar 5%. Wij gaan ook uit van die max 5%. Als we daarvan uitgaan, is het exploitatietechnisch voor de gemeente geen concurrent. Ik ga ervan uit dat Heidehof een exploitatiemodel heeft gemaakt dat ze dat kunnen managen. Ze voldoen aan de voorwaarden die voor natuurbegraven worden gesteld, namelijk dat ze ook een fonds moeten hebben voor instandhouding. Dat is een van de voorwaarden. En vervolgens zijn alle voorwaarden in het stuk benoemd waaraan men moet voldoen. En dat is de basis van de uitwerking. En dan ligt de vraag aan u heel simpel voor. Wilt u dat in Ommen? Wilt u dat zelf doen of wilt u dat een andere partij laten doen en kunt u instemmen met de voorwaarden? Volgens mij is er niet heel veel meer van dan dat, voorzitter, tot zover. Wie wenst in tweede instantie het woord? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, de wethouder die refereert naar het commerciële doel. En dan zou ik toch eens aan hem vragen of hij daar eens goed over na wil denken en een toelichting geven wat hij daar nou precies mee bedoelt, wat hij in eerste aanleg gegeven heeft. En tweede, voorzitter, vraag aan de wethouder is van de wethouder geeft aan van de natuurwaarde op Laanlandshoek, dat het college ervoor gekozen heeft om het daar niet verder te ontwikkelen. Maar rond Laanlandshoek liggen nog meer gronden in het Laarbos en die in mijn optiek ook
veel ruimte bieden om dit soort begraafplaatsen als gemeente zelf te exploiteren. En de vraag daarbij is, voorzitter, van hoe ziet de wethouder het verschil tussen de locatie die voor ligt in Arrië en wat is het verschil met ruimtes in en rond Lamanshoek dan wel het Laarbos? De heer Mors. Dank u, voorzitter. Ik kom even terug op de opmerking van de portefeuillehouder over geen concurrentie. Nou, ik heb net al de vraag gesteld aan de heer Speelman van hoeveel zou het ongeveer gaan kosten. Ik heb destijds in Eekst heb ik wel gehoord wat het daar kost. En dat was ongeveer de helft van wat het hier bij ons kost om te gaan liggen op Laarmanshoek. En ik moet eerlijk zeggen, nu praat ik even voor mij persoonlijk. Ik zou daar dolgraag willen liggen, maar het is wel concurrent volgens mij in relatie tot onze eigen begraafplaats. En ik denk dat ik mijn eerste instantie maar even terugtrek dat ik daar graag zou willen liggen. De fractie van de VVD. Ja, voorzitter, de wethouder de portefeuillehouder heeft drie vragen gesteld. En daar zal ik dan gelijk op gaan antwoorden. De eerste vraag was ja, dat was uw eerste vraag. Willen we dit ontwikkelen? Tweede vraag was een andere partij of wij zelf. En dan zeg ik, nou, een andere partij wil dat doen. Ik heb ook in het stuk gelezen dat de gemeente Ommen niet voornemens is om dat zelf te gaan doen. Dus dan zeg ik gewoon een andere partij, prima. En instemmen met de voorwaarden, ja, daar kunnen wij mee instemmen. Dus duidelijker kan ik het niet zeggen. Dank u wel. Voorzitter, mag ik een kleine interruptie een verduidelijkende vraag aan de VVD-fractie stellen, want ik hoor zeggen van in stuk staat de gemeente Ommen wil niet exporteren, maar wie is dan in optiek van mevrouw Schunselaar de gemeente Ommen? Als u ziet in het stuk op pagina 3, midden in die pagina staat het duidelijk omschreven, vraag is, daar begint die alinea mee, of de gemeente dienstenaanbod moet uitbreiden, et cetera, et cetera. Daar staat het omschreven en ik heb het ook zo zodanig van de wethouder gehoord. Dank u wel. Voorzitter, dan nog één keer. Wie is dan de gemeente Ommen? In optiek, zou ik u een klein beetje helpen, of zal ik mevrouw Schunselaar een klein beetje helpen? In mijn optiek is de gemeente Ommen, de besluitvorming daarvan, zijn wij als wetgevende en de hoogste macht binnen Ommen. Wij bepalen, en niet het stuk of degene die het stuk geschreven heeft, de gemeenteraad bepaalt of we dat willen of niet willen. Laat ik dan heel helder zijn, voorzitter. Ik pak het stuk, daar staat de gemeente. U heeft natuurlijk gelijk, dat bepalen wij. Laat ik dan zo zeggen dat de VVD-fractie gewoon voornemens is en van plan is om gewoon mee te gaan met dit stuk. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, op de eerste vraag. Nee, liever niet. Maar we gaan daar niet echt dwars op liggen. Tweede vraag, moet je het zelf doen? Nee. Een derde vraag, die heeft het college volgens mij zojuist beantwoord. Namelijk het feit dat dus blijkbaar bij Laarmanshoek de natuurwaarden veel hoger zijn als bij de golfbaan. Dat derhalve ook in navolging van de gemeente Staatsbosbeheer bijvoorbeeld, dat de landschappelijke waarden, natuurwaarden bij die golfbaan dermate laag zijn dat het daar wel kan en in Laarmanshoek dus niet. Graag hoor ik van de wethouder dat het correct is. De heer Bongers. Ja, dank u voorzitter. Het werd net al aangegeven, de raad bepaalt en we zitten hier in een raadscommissie, dus onze visie en mening zullen we in de raad uitlaten. Het komt de eerstkomende keer niet in aan de orde. Het is dus het college de opdrachtgever om verder uit te werken. En dat zegt u in feite. Nee, dus dat is de keuze van het college. Het college zal zelf de keuze moeten maken en wij beslissen in de raad en niet eerder. Oké. De heer Van der Moren. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit maar aan, ik had ermee af willen sluiten bij onze bijdrage in de tweede termijn, maar ik sluit me aan bij wat de heer Bongers op jou net aangaf. Als ik zo de reacties hoor, dan lijkt het mij verstandig, omdat we inderdaad hier niet kunnen besluiten, hoogstens een mening kunnen geven, om inderdaad wel TZT over te gaan tot de raadsbehandeling, om een formeel antwoord te geven op de eerste vraag van de wethouder. Dat lijkt mij verstandig, voordat het college aan de slag gaat met een procedure die mogelijkerwijs dan over de kop zou kunnen gaan. Dat zou ik jammer vinden van de tijd. Maar dat even als een procedurevoorstel. Wellicht dat of het college of de agendacommissie daar nog eens over kan nadenken.
In de beantwoording, de reactie van de portefeuillehouder vielen mij twee uitspraken met name op. De eerste uitspraak is, zo'n vaart zal het niet lopen. Nou wil ik onze wethouder niet vangen op woorden, maar als het niet zo'n vaart loopt met die natuurbegrafenissen, we moeten natuurlijk wel beseffen dat, ook al is het er maar één, wel het hele gebied als zodanig van de stempel voorziet. En ik denk dat we aan dat effect niet voorbij moeten kijken. Tweede plaats, en dat vond ik zelf wel wat alarmerend, dat het nu is, en eigenlijk ademt het stuk zelf, dus de stukken die nu op tafel liggen, ook wel een beetje die sfeer uit, dat heel veel moeite wordt gedaan om aan te geven hoe goed het wel niet is voor natuur. Het lijkt wel alsof dit een soort natuurbeleidsplan is en er kan ook begraven worden. En dan denk ik van dat is niet de insteek die we zouden moeten kiezen. We hebben het nu over een wel of niet wenselijk zijn van een natuurbegraafplaats. En laat dan de natuurlijke waarde wel een belangrijke, maar een zaak zijn die in tweede instantie een rol speelt. Het gaat om het eerste. Wat de vraag betreft, dus van moeten dit willen, dan hebben we daar een procedurevoorstel bij gedaan om dat op die manier aan te pakken. Dank u. Wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, dank u wel. Even richting de heer Van der Mooren. De vraagstelling die nu voorligt is niet anders dan dat die een aantal maanden geleden voorligt. Ten aanzien van de procedure ben ik met u van mening dat we kunnen knippen. Willen we het, ja of nee, dat we die discussie eerst hier voeren? Dat zou kunnen. Sommige fracties zijn al verder dan dat. Die zeggen van, hoeft hier niet, wij willen dat. Dan wel, we gaan er niet voor liggen, gaan we het zelf doen. Nee, dat laten we over aan een ander. Kunnen we instemmen met de voorwaarden, ja. Dus dan zal ik samen met mijn medepartners in het college moeten overleggen, hoe vliegen we dat aan? Gaan we het gelijk integraal doen of gaan we hier eerst de ruimte geven voor de discussie? Daar kom ik nog bij u op terug. Dan ten aanzien van, wat is de kwaliteit van het bos? En de heer Moerman gaf het terecht aan. De kwaliteit van Lamershoek is vele malen hoger natuurkundig dan de huidige locatie. En die locatie kan een impuls krijgen met dit voorstel. Als u dat niet wilt, gaat het niet gebeuren. Als u in meerderheid zegt, we gaan het toch doen, dan gaat het gewoon gebeuren. En dan doen we het op de manier zoals het wordt voorgesteld. En dat is niet nieuw. Ten aanzien van de prijzen, ik heb... Voorzitter, als het even mag, ja, voorzitter, van u, want ik hoor de wethouder en eigenlijk stoort me dat wel een beetje. Heel erg sturend antwoord geven. En daarbij ook heel dwingend zeggen van we doen het niet. En dan kom ik terug bij wat ik net gezegd heb. In mijn optiek bepalen wij hier met z'n zeventienen wat er gebeurt. En ik heb het voorstel goed gelezen. En we kunnen wat mij betreft er ook wel discussie over voeren van of het Lamershoek is, of het grotere Lamershoek, of er misschien nog wel andere gronden in Ommen zijn waar wij als gemeente kunnen exporteren. Maar ik zou nog graag aan de wethouder willen vragen van op wat voor manier hij naar de rol van de raad kijkt. Want als u zegt, als de wethouder zegt van wij doen het zo of we doen het niet zo, dan proef ik een klein beetje dat de raad op een zijlijn wordt gezet. Wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, op mijn beurt stoort het mij dat sommige mensen heel selectief luisteren. Want ik heb gezegd dat aan de ene kant de heer Van der Moer een procesvoorstel heeft gedaan. Eerst de discussie van willen we überhaupt natuur begraven in de gemeente Ommen, ja of nee. En aan de andere kant proef ik een meerderheid die zegt van ga maar door, we gaan er niet voor liggen. Zoals het hier staat opgeschreven is prima. En ik heb gezegd dat neem ik terug naar het college om te gaan bepalen welke aanvliegroute wij nemen. Uiteindelijk komt er dan een raadsvoorstel. En dat raadsvoorstel zal dan zijn willen wij op één punt wel of niet natuur begraven in Ommen. Of het raadsvoorstel zal zijn willen wij natuur begraven in Ommen. Willen wij dat door de commerciële partij laten doen en willen wij dat laten doen onder deze voorwaarden. Dat heb ik gezegd en niet meer dan dat. Ten aanzien van de prijs voor de heer Mors, ik meende te horen van de heer Speelman dat de prijzen nog niet waren vastgesteld. Maar ik meende te hebben gehoord dat het vergelijkbaar zou zijn met de tarieven van Ommen. Maar dan mag ik mij vergist hebben. En dat heeft hij gezegd. Ik heb even naar hem gekeken. Dus dan is het geen concurrent van onze eigen onderneming. Tot zover, voorzitter.
Als voorzitter permitteer ik mij toch om het woord te richten tot het college en het advies te doen om in overleg met de agendacommissie dit toch op zo korte mogelijke termijn in de raad te brengen. Want als ik nou rondgekeken heb, dan is het denk ik 50-50 en we moeten geen werkzaamheden gaan doen die leiden tot niets. En hiermee sluit ik dit onderwerp af met nog de uitnodiging naar de beide heren die ingesproken hebben van: wilt u nog iets toevoegen naar aanleiding van deze beraadslaging? Daar zien beide heren van af. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. En dat is de vaststelling van de afsprakenlijst. Er zijn geen aanmerkingen opgekomen, dus dat kunnen we ongewijzigd vaststellen en dat doen we dan bij deze. En dan gaan we over naar het vervolg van de ruimtelijke economische verkenning van de Rotbrink en de stand van zaken liquidatie de Rotbrink. We hebben 2 juni uitgebreid erover gesproken en uitgebreid erover gediscussieerd. Er is toen een opdracht aan het college verstrekt en dat ligt nu voor. En daar mag u nu politieke vragen over stellen. Wie wenst het woord? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft een tweetal vragen. Allereerst gaat over het raadsvoorstel wat voor ligt. Op bladzijde 3, onderpunt 3, wordt opgemerkt dat het de vraag is of partijen voor dit soort leisurefuncties bereid zijn om de geldende grondprijs te betalen. Wat wordt hiermee bedoeld en hoe gaan we hiermee om? De tweede vraag die we hebben, op bladzijde 6 staat weergegeven dat iedere gemeente de komende periode afspraken maakt met de provincie over de bedrijventerreinenprogrammering. Kan de portefeuillehouder aangeven of Ommen hier een risico loopt? Zo ja, wat is dat risico dan? Dank u wel. De fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, de laatste vraag van de heer Dunnewind die heb ik even geschrapt. Dan blijft er voor mij ook 2 vragen over. En dat is allereerst als het gaat om de acquisitie. Want als ik me goed herinner hebben we in het vorige overleg waar we het college handvatten hebben gegeven om aan de slag te gaan, hebben diverse fracties aangegeven dat zij een heldere rol willen van ommemakelaars die aan de slag zouden kunnen om tegen een no cure no pay, hadden wij zoiets van een lage courtage voor het werk en een hoge courtage bij verkoop. En als ik het stuk lees op bladzijde 2, dan mis ik daar, daar staat wel iets over in, maar dat is voor onze fractie een beetje te summeren. En daar zou ik toch wel eens wat duidelijker uitleg van de portefeuillehouder over willen hebben, van hoe die daar tegenaan kijkt. En of het misschien wel een antwoord is dat hij helemaal niet met het voorstel, zoals inderdaad toen aangegeven is, aan de slag wil. Tweede, voorzitter, gaat over, en ik benoem maar even de bladzijde erbij, bladzijde 7. Want daar staat iets in over de raming van de kosten. En dat vinden wij eigenlijk ook een beetje, mijn fractie, een beetje te summier. Want wij zouden graag een heldere uiteenzetting willen hebben van bij benadering van hoe die kostenraming in elkaar zit. En hoe het zit met de belastingplicht en de kosten die zich voor de gemeente met zich meebrengt. Nou, als u constatering is dat het sumier omschreven is en dat u daar een toelichting op wilt, dan vind ik dat een politieke vraag en geen technische vraag. De fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, naar aanleiding van de bespreking die we inderdaad in juni hebben, hebben wij nu een voorstel voor liggen waarin de uitwerking van de liquidatie van de CV en BV voorligt. En ook hoe dat feitelijk financieel per 1 januari verwerkt zal worden. Echter, waar niet zo helder op ingegaan wordt, is het risicoprofiel dat we dan overhouden en met name de berekeningen van eventuele bijkomende kosten. En dat betekent dat we eigenlijk wel een verhaal hebben over het exploitatieresultaat van de Rotbrink met nog een voorziening aan de kant van de gemeente. Maar ik wijs bijvoorbeeld op de passage onderaan pagina 6. De overige financiële consequenties van de implementatie van de Rotbrink in de gemeentelijke administratie van Ommen worden in het jaar 2016 en volgende binnen het restant van de bestaande voorziening verrekend. Maar het is natuurlijk best wel van belang
of we dan eventueel bijvoorbeeld ook nog een risicovoorziening nodig hebben. En feitelijk zullen we dan normaal gesproken eigenlijk verwachten dat dit overgebracht wordt naar de gemeentelijke exploitatie. En dat we dan in de gemeentelijke exploitatie, waar we normaal gesproken de begroting vaststellen, plus een risicoprofiel, plus een schatting van de reserve die we daarvoor nodig hebben. En eigenlijk ontbreekt dat stukje nu op dit gebied. Er wordt wel gezegd, we hebben nog 3,5 miljoen staan, maar we kunnen niet goed beoordelen welke eventuele risico's, bijvoorbeeld de risico's die nog samen kunnen vallen met afwaardering van gronden in 2019, hoe we die eventueel zouden kunnen nemen met die 3,5 miljoen voorziening. En ik zou dus wel eigenlijk willen vragen om een iets bredere financiële uitwerking dan wat nu voor ligt. Want dit is wel heel sumier, wat gebeurt er exact per 1 januari 2017? Maar in de normale grondexploitatie kijken we iets verder. De tweede opmerking die ik zou kunnen maken is dat er gekeken wordt naar een verandering in het beeldkwaliteitsplan. En ik zou dan het college eens de optie mee willen geven om te kijken, want er wordt bijvoorbeeld gesproken over kap van het stuk wat dichtgegroeid is bij Krepla, is het geloof ik. Maar als je natuurlijk eigenlijk kijkt naar het idee wat we hadden, je komt om er binnen en je hebt een laan met bomen en dan heb je aan de ene kant het industrieterrein en aan de andere kant, laten we zeggen, wat oudere bebouwing, dan zouden we best nog wel eens naar dat idee kunnen kijken, want eigenlijk is dat nu maar deels uitgevoerd. Dus mijn verzoek is, kijk bij dat beeldkwaliteitsplan vooral eens even naar het geheel. Maak er een eenheid van. Op basis van de schriftelijke vragen van het CDA heb u kunnen concluderen dat in 2017 een hernieuw beeldkwaliteitsplan komt. En ik geef nu een hint in de zin van waar we dan onder andere aandacht aan zouden kunnen besteden. Dat was het, voorzitter. De fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn natuurlijk al een aantal vragen gesteld, die zal ik niet herhalen. Ik blijf er nog een paar punten over. We willen toch met nadruk ook op die leisureactiviteiten, het onderzoek daarvan, meegeven. Als de grondprijs een issue is, ga dan niet verder. Ga dan niet onderzoeken doen die tot niets leiden. Dan hebben we nog een opmerking over het beeldkwaliteitsplan wat net even langskwam. Dat wordt inderdaad in 2017 opgesteld. Maar zorg ervoor dat, zeker in het overleg met de ondernemers ook, dat in de tussenliggende periode, als daar initiatieven ontwikkeld worden, dat u daar wel mee rekening mee houdt. Dat dat niet ophoudt, omdat het nieuwe beeldkwaliteitsplan er nog niet is. Dat zou toch jammer zijn. Dat willen we nog graag even meegeven. Dan hebben we nog iets gemist in het stuk. In feite is al langjarig het opzet geweest, daar heeft de crisis natuurlijk heel mooi ingehakt, dat de Rotbrink een faciliterend bedrijventerrein was langjarig. Dus gefaseerde uitgaven. Nou, jammer genoeg is dat niet gebeurd zoals we dat verwacht hadden. Maar in de financiële stukken proef ik toch iets van behoud, lange termijn. En we missen eigenlijk daar een beetje de visie in hoe die uitgifte en het beleid daaromheen nu geformuleerd wordt. U geeft wel aan in het stuk dat bepaalde ontwikkelingen, tijdelijke ontwikkelingen, niet interessant zijn in het kader van. Maar we missen eigenlijk wel een beetje de visie van hoe u die langjarige beschikbaar stellen van terreinen dan ziet. In wat voor tempo. En dan nog een opmerking over de indicatieve verkaveling die aangegeven wordt. Nou, dat vinden we prima. Maar er staan hier toch ook wel weer lijntjes. Ik denk dat het ook belangrijk is, als het tenminste de bedoeling is, om te communiceren naar gegadigden dat daar beweging in zit. Want dat wilt u waarschijnlijk aangeven met het flexibele karakter. Maar het is natuurlijk wel weer een tekening met lijntjes. En dat zou misschien kunnen duiden op een starheid die er niet is. Dus de communicatie daaromheen is wel van cruciaal belang, lijkt ons. Verder hadden wij twee vragen die al gesteld zijn, dus die herhaal ik niet. De heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking over die tijdelijke scenario's, wat betreft de zonnepanelenfilter, over die terugverdientijd. Goed, daar kun je dan over discussiëren. Er zijn verschillende berekeningen over. 15 of 20 jaar is inderdaad, kan minder. Een tweede opmerking, de VOV doet voorkomen alsof het voorstel tot een besturende rol van ondermakelaar het raadsbreed werd gedragen. Dat is niet zo. Dus wat dat betreft hebben wij geen problemen mee zoals het hier in het stuk staat. De heer Bongers van de LPO. Dank u wel, voorzitter.
Laten we vooropstellen dat de voorgestelde prijsdifferentiatie wat ons betreft op zich een goede aanpak is. Maar dat tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook het risico in, want er zijn nu blijkbaar twee opties voor kabels. Wij zijn heel erg benieuwd, zitten die dan aan de bovenkant van die prijsdifferentiatie of aan de onderkant van die prijsdifferentiatie? Want anders klinkt het allemaal prachtig en verschuiven de duurdere kabels en de duurdere segmenten naar achter, of beter gezegd in de verre toekomst. En halen we alleen dat binnen wat op dit moment uiteraard economisch haalbaar is voor een ondernemer. En dat zijn niet de hoogste prijzen. Dus we zien daar wel een risico. En als we het over risico's hebben, ja, dan staat het er wel heel, heel erg verdekt. Want als ik het goed lees, en als ik het niet goed lees, hoor ik het graag van via de voorzitter. Wordt er maar liefst 100.000, nee, even niet liegen, 105.000 vierkante meter. Ja, daar hebben we eigenlijk geen invulling aan. Hè. Dat is ruim 10,5 hectare. Daar hebben we niks voor. Daar zien we de eerste 10 jaar blijkbaar geen mogelijkheid om dat in te vullen. Althans, financieel technisch wordt het naar achter geschoven en hopen we over 10 jaar en in 2019 hopen we dan misschien daar een deel, gedeelte van te kunnen benutten. Maar zoals het hier nu financieel technisch wordt weergegeven, betekent dat we de eerste 10 jaar geen gebruik zullen maken van 10,5 hectare. Hoe gaat u dat financiële gat dekken? Want we kunnen wel zeggen, ja, in 2019 dan gaan we een update maken. Ja, als ik me goed herinner, in 2017, 2018 is de verkiezingen voor de raad. En dan hebben we het er mooi over de verkiezingen van de gemeenteraad heen getild. Wij zouden die update wel voor de gemeenteraadsverkiezingen willen zien. Wat doen we met die 105.000 vierkante meter die we niet kwijt kunnen? Althans, financieel technisch. Ja, dan het vreemde is dat 105.000 vierkante meter wordt weggezet tegen de boekwaarde van circa 48 euro. Nou, dan denk ik van, nou, als dat de boekwaarde is, dan kunnen we makkelijk grond gaan verkopen voor pakweg 50 euro, maken we nog winst. Dus wat is het probleem eigenlijk? Waar zitten dan die kosten? Daar zouden we graag antwoord op willen hebben. Daarnaast nog toch even een detailvraag over de afwikkeling. Behoorlijk verbaasd over, maar gelukkig zijn andere partijen daar ook over verbaasd geweest, dat er een afwikkeling moest plaatsvinden bij de liquidatie met leveranciers. Nou, leveranciers voor een stuk grond wat al 10 jaar of ruim 8 jaar braak ligt. De afwikkeling met de bestuurders, commissaris en de directeur. Hoeveel kosten zijn daarmee gemoeid? En wat zijn de consequenties? Dat is het voor de eerste termijn, voorzitter. De heer Van der Moor van de ChristenUnie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had een tekstje opgesteld en dat begon zoveel spannends is eraan dit onderwerp niet te beleven. Maar ik besefte dat dat helemaal onjuist is. Er zijn voldoende spannende momenten nog te beleven met elkaar. Maar het gaat ons om de behandeling van het onderwerp. Van kijken we naar de voorstellen die er zijn, dan gaat het in wezen om het vervolg van een ruimtelijke economische verkenning van de Rotbrink, die we ook al eerder op tafel hebben gehad. En het gaat om een liquidatie. En dan kan het laatste natuurlijk best spanning oproepen. Maar zelfs dat is niet zo spannend, want ook dat is een voortzetting van een discussie waar we al eerder met elkaar het een en ander over gewisseld hebben. Van de 8 beslispunten die genoemd zijn, zijn er 5 ter kennisneming. Dat is redelijk snel voor elkaar, zou je zo zeggen. En 3 overige punten liggen in het verlengde van eerdere stappen. En wij hadden, zo goed als vanavond ook wel hier aan deze tafel te horen was, wat technische vragen. En die zijn naar onze mening uitstekend beantwoord door de ambtenaren. Dus wat ons betreft, dank daarvoor. En hier laten wij het bij. Het woord is aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Gelet op de inbreng vanuit de gemeenteraad kan dat kort. Dus ik zal het ook proberen kort te houden. Laat ik beginnen met de algemene opmerking dat ik blij ben dat het stuk op uw enthousiaste reactie mag rekenen. Dat is denk ik een goed startpunt en dat past ook bij de sfeer die volgens mij in toenemende mate de afgelopen maanden rond de Rotbrink is komen te hangen. Waarbij we ook erkentelijk zijn voor de plezierige woorden die ook namens de OVO, toch een belangrijke klant, zo niet aanstaande klant, ook via de krant, niet alleen tot het college, maar ook tot u als raad en de inwoners van deze gemeente zijn gekomen. En dat is ook precies hoe we dat met elkaar willen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van het college of van de gemeenteraad, maar van de ommezamenleving om te zorgen dat we het Rotbrink tot een
goed vervolg brengen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En misschien is het ook wel aardig dat als u het stuk leest, de heer Van der Mooren zei het wel terecht, zo heel spannend is het stuk niet. Want als je het op de keper beschouwt, gaan we ook niet zo gek veel veranderen. Behalve dan dat we gaan zorgen dat de grond gewoon verkocht wordt en dat we dat ook op een manier doen die maakt dat ondernemers blij zijn dat ze in Ommen mogen uitbreiden of een nieuw stukje grond mogen komen of ze gaan vestigen. En vandaag hebben we nog weer overleg gehad ook over het accountmanagement en hoe gaat het nou en wat voor leads hebben en met wie hebben we contact. En dan blijkt dat gewoon positief te zijn. Mensen melden zich ook spontaan. En dat gaat soms om een kleine kavel, dat kan om 1000 meter gaan, woon-werk. Maar we raken echt in gesprek en ik ben er ook van overtuigd dat wij volgend jaar op een aantal plekken op de Rotbrink versnipperd, en dat vind ik heel goed, zullen gaan zien dat er gewoon gebouwd gaat worden. En ik ben er echt van overtuigd dat dat uiteindelijk maakt dat die verkoopmotor een flinke doorstart gaat maken. Nou, u heeft een aantal vragen gesteld en ik zal aan het eind nog een korte opmerking maken die ook nog weer wat verdere kleuring aan het stuk kan geven. De heer Dunnewind die vroeg naar de geldende grondprijs voor leisureactiviteiten. En we gaan nu uit van een gemiddelde grondprijs van om en nabij de €98 in een range, zoals de heer Bongers dat ook terecht zei, met enige flexibiliteit. De leisure is het ongeveer gebruikelijk om rond de €50 te betalen. Dus dat is minder. En mevrouw Lagasse maakt een opmerking van je moet eigenlijk geen tijd steken in dingen die toch niet haalbaar zijn. Dat ben ik ten principale wel met haar eens. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat ze een partij aandient die misschien niet de gangbare prijs wil betalen, maar wel iets meer. Daar hebben we het over, ik zeg maar even een fictief voorbeeld, hè? €60 of €65. Maar die ze tegen het gemeentebestuur zegt, maar wij gaan hier een winkel beginnen en wij garanderen u dat wij bij ons personeelsbestand 40 mensen uit de bakken van de sociale dienst gaan halen. Langjarig. En als we dat niet doen, nou ja, dan mag u de grondprijs opplussen of u krijgt de grond terug, inclusief de opstallen. Ik weet niet wat voor zekerheidsconstructie je kunt verzinnen. En dan wil je wel in gesprek raken, omdat zich dan een business case ontwikkelt die misschien niet over de grondexploitatie van de Rotbrink interessant is, maar over de gemeentebegroting wel. Nou, dus daar moet u aan denken. Bovendien hebben we nog een beetje, een aantal van u vroeg er ook wel aandacht voor als het ging om wat is nou het langjarige perspectief en hoe ziet het nou na die 10 jaar eruit. Ja, ons beeld is dat we dan nog steeds wel grond hebben die we willen verkopen. Dus het is ook een vraag van kun je wat naar achteren is geschoven in het verhaal wat u nu ziet naar voren halen en daarmee een voordeel halen. Dus op rente, op kosten die je niet hoeft te maken. Want laat me zeggen, als wij 2 keer een kavel van 2 hectare verkopen het komende jaar, ja, dat heeft een hele andere neerslag of weerslag op de grondexploitatie dan dat we inderdaad 6.000 vierkante meter de komende 10 jaar verkopen. Dus in die grondexploitatie kunnen zich ook ontwikkelingen voordoen, voornamelijk ten positieve ben ik van overtuigd. Dus ik denk dat we inderdaad een redelijk conservatieve grondexploitatie hier neer hebben gelegd. Ook wel in de hoop dat we gewoon eigenlijk het wat beter kunnen gaan doen. Niet omdat we hier nou graag een slecht rapport neerleggen en dan straks iedere keer zeggen, kijk eens hoe goed we dat doen, daar gaat het helemaal niet om. Maar omdat we ook zekerheid willen bieden en ook af willen van het negatieve imago. Maar het gaat natuurlijk helpen op het moment dat we dit nog wat beter kunnen doen. En in ieder geval gaat het college daar wel voor. Dat we eigenlijk beter presteren dan de grondexploitatie nu laat zien. Dat is wel onze inzet. U vroeg ook naar de provincie op bladzijde 6, hè, wat daar iets over gezegd. Dat is wel een actueel vraagstuk. De provincie heeft eigenlijk in gang gezet een ontwikkeling waarbij op het niveau van Overijssel, West-Overijssel en Twente is gekeken naar hoe verhoudt nou het aantal beschikbare bedrijventerreinen zich tot de vraag die wij zien. En dan gaat het met name om harde en zachte plancapaciteit. Nou, dat blijkt niet goed in balans te zijn, in ieder geval niet in Twente. En in West-Overijssel blijkt het macro wel in balans te zijn, maar niet op, laat me zeggen, de beschikbare bedrijventerreinen liggen niet op de plek waar de ondernemer hem het liefst zou willen afnemen. En in dat onderzoek van de provincie wordt verondersteld dat ook Ommen meer vierkante meters heeft dan dat wij eigenlijk aan vraag hebben. Nou, dat klopt ook wel met de grondexploitatie die u hier heeft gezien. Dus op zich hoeven wij daar ook helemaal niet over in discussie met de provincie. De vraag wat je er volgens mee doet, dat is wel een punt waar je over kunt discussiëren. Want je zou kunnen zeggen van nou, lever die grond dan maar in die u toch niet gaat verkopen de komende 10 jaar om een andere gemeente die mogelijk tegen planologische problemen aanloopt, omdat de Raad van State tegenwoordig toetst bij de
juridische toets op de hardheid van plannen, of er niet voldoende beschikbare meters elders in het gebied aanwezig zijn. Nou ja, daar ben ik niet zo voor. En ik denk dat u me daar ook wel in zult steunen, omdat op het moment dat wij onze vierkante meters weggeven, hebben we eigenlijk twee problemen. A, we raken harde plancapaciteit kwijt, waarvan ik denk dat het maar zeer de vraag is of we die ooit terugkrijgen in deze prachtige landelijke groene omgeving waar de natuur heel dichtbij komt. Dus de vraag is of je ooit vierkante meters weer krijgt als je ze weggeeft. Plus het feit dat ik er echt ten diepste van overtuigd ben dat het bedrijfsleven om zich wel blijft ontwikkelen en ook wel de behoefte heeft aan dit bedrijventerrein. Dus dat dat ook wel goed komt. Misschien in iets langere periode dan 10 jaar, maar ik ben er wel van overtuigd. En het andere is de vraag of we daar echt iets mee helpen. En vervolgens wie dan de financiële last daarvan draagt. Want stel je nou voor dat de provincie zegt, nou waardeer het maar af. Of haal de harde bestemming er maar af. Overigens, hoe doe je dat? Op een versnipperd bedrijventerrein gaan we dan schapenweides maken op de Rotbrink of zo. Je ziet het al voor je. Maar stel je nou voor dat je dat doet, hoe ga je dan om met de verliezen die je daarop maakt? Want dan moet je opeens wel afwaarderen. Nu hebben we een voorziening getroffen, omdat we nog steeds hopen en verwachten dat we het misschien beter kunnen doen. Maar dan moet je afwaarderen. Nou, dan heb je een heel ander verhaal. Nou, daar ben ik dus niet zo voor. Maar in dat gesprek raken we wel de komende tijd met de provincie. We zoeken wel naar oplossingen. Ook ondertussen, dan kom ik een beetje op het punt van de zonnepanelen van de heer Moerman. Kijk, we hebben onderzoek gedaan naar tijdelijke invullingen. Ik geloof dat mevrouw Legast er ook naar vroeg. Van hoe heeft u daar nou gekeken? Nou, u heeft vanuit uw raadscommissie of vanuit de raad zijn eigenlijk twee suggesties gedaan. Eén hing samen met het asielzoekerscentrum en één met zonnepanelen. Nou, asielzoekers, dat is in die zin ingewikkeld dat er eigenlijk geen aanbod meer is. Dus het COA heeft meer plekken dan dat ze überhaupt nu nodig heeft. Dus laat staan, ze gaan dus niet meer beginnen aan nieuwe locaties. Dus eigenlijk is die discussie wat weg. Het beleid lijkt ook wat te kantelen bij het COA. Dat is de één. En zonnepanelen hebben we echt uitvoerig uitgezocht. Wij hebben een redelijk beperkte aantal hectare die we beschikbaar kunnen stellen langere tijd. Omdat je eigenlijk ook niet een zonnepark wilt creëren voor, ik zeg maar, 10 of 15 jaar. Op een oppervlakte die je eigenlijk moet doen om het rendabel te maken. En dat je dan op een gegeven moment een bedrijf krijgt dat zegt van, ja, je kunt niet komen, want we hebben hier nog 4 jaar lang zonnepanelen liggen. Nou is het wel zo dat de provincie inmiddels heeft, naar aanleiding van die discussie die ik net aanhaalde over het bedrijfterrein, heeft aangeboden om hier nog eens kritisch naar te kijken en ook zelf met een regeling gaat komen. Dus het zou zo kunnen zijn dat er een regeling bovenop de regeling komt die maakt dat het wel interessant wordt. Nou, dat is hele nieuwe informatie, verser dan het stuk dat u heeft bereikt. Dus daar gaan we wel naar kijken. Dus we hebben wel gezegd, laten we nou maar gewoon, en dat heet dan in het jargon de ijskastoplossing. Dus dat je de bestemming houdt, maar dat de bestemming niet meer meetelt in de juridische afweging van de Raad van State. En dat je hem ook rendabel maakt, dus ook een economische drijver op realiseert. Nou, dat onderzoekje gaan we de komende weken ook doen, ook met de buurgemeente, om te kijken, hey, kunnen we hier vanuit een potentiële verliessituatie een win-win situatie creëren. Waarbij ik overigens, laat ik het hier ook maar zeggen, op dit punt niet denk dat wij een probleem hebben, maar mogelijk anderen een probleem hebben, waarbij we dan zouden kunnen helpen en daar zelf misschien ook iets aan over kunnen houden. Ja, dan de heer De Jonge, die vroeg over de acquisitie en de onbemakelaars. Daar hebben we over gesproken. De onbemakelaars zijn niet zo happig op een no-Q no pay afspraak. Want zij zeggen, wij moeten om dit te kunnen doen gewoon kosten maken. En dat gaan wij niet doen in de verwachting dat wij eventueel een stukje grond voor de gemeente gaan verkopen. Dus als we dat doen, dan willen we dat wel doen op basis van een goede, ook vaste vergoeding. Nou, daar is wel wat voor te zeggen dat ze die stelling hanteren. Daar ben ik ook niet zo van onder de indruk geraakt dat ik vervolgens heb gezegd, dan praten we niet door. Wat we nu hebben gezegd is, laten we nou eens heel goed met elkaar kijken hoe je elkaar kunt versterken. We moeten ook geen dubbele dingen doen, dat is ook zonde, want een deel van het werk kun je ook niet bij de makelaars neerleggen. Moet gewoon hier in het gemeentehuis blijven gebeuren. Maar een deel van het werk kunnen ze wel doen. En zij hebben, en dat is interessant, vind ik althans, een extra set aan verkoop- en marketingkanalen die wij gewoon niet hebben. Nou, die wil je wel graag gebruiken. Dus we moeten uit naar een vorm zoeken en daar zijn zij ook toe bereid. En zij, de drie makelaars die het hier betreft, die zijn ook met elkaar in overleg gegaan om te kijken hoe zij ons eigenlijk kunnen helpen. Maar ook wat voor vergoeding ze daarvoor willen hebben. Nou, dat vind ik een reëel gesprek. Dus we gaan ook gewoon verder kijken hoe we elkaar daarin kunnen vinden vanuit een positieve insteek. Nou, dan de raming van de kosten. Ja, op zich, ik weet niet of er onvoldoende staat. Er staan een aantal uitgangspunten. Hè. De heer De Vries Robles vroeg er ook naar. De grondexploitatie is natuurlijk ook beschikbaar.
Die geeft natuurlijk een doorrekening van hoe er tegen de situatie wordt aangekeken. Op zich denk ik dat op hoofdlijnen dit een mooie raming is. Dus als u zegt van goh, ik zoek nog wat meer details, dan ben ik wat op zoek naar wat voor type details u dan zoekt. Over de vraag of ik u heel precies die antwoorden kan geven, maar dan moeten we even naar een vorm zoeken. Waar ik nog mijn vraagtekens heb? Nou, het lijkt me dat eerst het verhaal afgemaakt wordt en dat in tweede instantie, in tweede termijn, u maar met uw verduidelijking komt. Dat hoor ik dan graag, want ik denk dat mij dat ook helpt in de beantwoording, dus dat komt vast goed. Nou, qua risicoprofiel, risicovoorziening, daar staat ook iets over, ik dacht op pagina 7 van het voorstel. Hè. Als we ook kijken naar hoe verhoudt zich dat nou tot het weerstandsvermogen van de gemeente en hoe gaan we daarmee om, dat is 500.000. Het college is van mening dat we eigenlijk nu de stukken zo goed hebben bekeken, zo goed hebben geanalyseerd en ook zo goed hebben gewogen, ook in ons risicoprofiel, via die geweldige Monte Carlo methode, dat we nu denken dat we daar een goede buffer voor hebben opgenomen. Er zit natuurlijk in die grondexploitatie ook wel ruimte. In de voorlopige voorziening. Dat is ook de opmerking die ik nog wel maak. Want we hebben inmiddels, de informatie gaat natuurlijk wel door, ook de afrekening, ook in het kader van de liquidatie, kunnen we maken over 2016. Nou, 2016 laat een verlies zien van 170.000 euro. Nou, dat zal u niet zo verbazen, omdat we natuurlijk geen grond verkocht hebben, wel kosten hebben gemaakt. Dat verlies gaan we ook uit de voorziening dekken. Dus daar was ook al rekening mee gehouden. Maar goed, die post wordt nu ook inzichtelijk. Dus die zal daar ook ten laste van worden gebracht. En dat kan dus ook allemaal keurig binnen de grondexploitatie worden opgelost. Zoals we dat ook hadden gedacht. De heer De Vries Robles vroeg ook iets over beeldkwaliteitsplannen. Een beetje vooruitkijkend. Nou ben ik altijd wel gek op bomen. Als ze maar niet te dicht bij de weg staan, zeg ik er maar direct bij. Want je wilt ook een beetje ruimte. Ook vanuit het perspectief van verkeersveiligheid. Kijk, als we gaan snoeien, is het ook snoeien. Dus dat betekent niet dat wij allerlei grote bomen gaan omhakken en denken van nou, dat is mooi en nou is het een zichtlocatie. Want ik ben het wel met u eens dat die bomen ook een enorme kwaliteit in zich herbergen. En met name het eerste deel, als je op bomen aankomt rijden, hè, dat zijn gewoon karakteristieke bomen die je verderop langs de Rotbrink ook weer ziet staan. Nou, die wil je natuurlijk behouden. Maar er staat een hoop ja, groene rommel tussen die je echt wel kunt opschot. Heet dat. Dank u wel, mevrouw Lagas. Ik was het woord even kwijt. Wat je wel graag wilt opruimen. Dus daar gaan we met name naar kijken. Voorzitter. En overigens zijn we natuurlijk ook gewoon gehouden aan wet en regelgeving. Dus zomaar snoeien kan ook niet. Regeltechnisch hebben we in de eerste termijn geen interrupties, meneer Bommers. Nou, ik probeer niet een uitlokking te doen, dus ik zal mijn verhaal afmaken. En dan hebben we vast een tweede termijn. Nou, mevrouw Lagas zei al van onderzoeken die tot niets leiden moet je niet doen. Overigens voor wat betreft het vrije tijdsonderzoek dat we hebben gedaan, dat was met name een intern onderzoek. Daar was ik ook wel trots op, dat wil ik hier ook wel zeggen. Want er zit in onze organisatie, daar moet de heer Bongers goed opletten, er zit wel eens een reflex om een onderzoek te vragen. En dat zat hier aanvankelijk ook op. Dat heb ik gezegd, dat gaan we dus niet doen. Want we hebben heel veel deskundigheid in huis. En laten we nou gewoon zelf eens onze eigen deskundigheid naast die in de Ommen samenleving, ondernemers uit Ommen, aan tafel zetten. Hebben we gedaan in de Vechthalhoeve. Hebben we een hele middag zitten praten. En er kwam een heel mooi beeld uit van wat is nou realistisch en wat is niet realistisch. En wat is nou aanvullend. En als het niet op de Rotbrink kan, met een wat bredere discussie. Wat zou je nou eigenlijk naar Ommen willen halen om dat toeristisch product verder te versterken. En dat was een hele goede sessie. Dus ik was er heel blij mee dat we dat op die manier gedaan hebben. Het heeft eigenlijk bijna niks gekost. En het heeft heel veel opgeleverd. Dus dat inspireert ook weer tot andere dingen, meneer Bongers. En daar wordt mevrouw Lagas ook vast blij van. En bent u samen weer blij. Nou, wat wil je nog meer? Nou, het feit dat de beeldkwaliteit nog aan gewerkt wordt, dat houdt nu niet op in de verkoop, mevrouw Lagas. Dat gaat gewoon door. Gefaseerde uitgaven, stippellijntjes. Stippellijntjes zijn inderdaad indicatief. We merken nu ook in de praktijk dat ondernemers hebben altijd net een vraag die niet past bij wat wij bedacht hebben. Nou, dat is ook helemaal niet erg. En daar zitten we dan zo in dat we gaan kijken hoe kunnen we dat oplossen. Dus daar komen we in de praktijk ook wel uit. Dus indicatief. Nou, de heer Moerman vroeg iets over zonnepanelen. Nou, daar was ik dus aanvankelijk wat minder niet enthousiast over, maar wat minder. Ik had het beeld dat dat niet zoveel kon opleveren, maar dat zou dus wat kunnen keren. Dus ik hoop ook wel dat het kan, want op zich zou ik dat helemaal niet zo erg vinden. Want naast mij zit de wethouder duurzaamheid, die graag koploper in Nederland wil worden. En nou ja, met zo'n zonnepanelenpark erbij gaat dat misschien ook wel lukken. Dan de heer Bongers.
die maakt zich wat zorgen over de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat doe ik helemaal niet. Dus het is niet zo dat wij met een soort van salami bezig zijn. Want we proberen gewoon de informatie aan te reiken zoals die bekend is. En ik heb vooral zelf geen zin om hier ieder jaar met elkaar een discussie in negatieve zin over de Rottbrink te hebben. Want ik denk dat het juist zo goed is als we dat kunnen voorkomen door gewoon te laten zien dat we het met elkaar goed doen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat we met elkaar en de complete samenleving dat kunnen bewerkstelligen. Nou, u vroeg terecht naar die prijsdifferentiatie, want dat is hier ook eerder echt een behoorlijk discussiepunt geweest. Ook vanuit uw inbreng herinner ik me. Nou, er zit nu ruimte in en die gaan we ook gewoon benutten. Maar je moet wel kijken. Dus ik ben zelf een beetje van, als je wat sneller afneemt en als je wat meer afneemt en je bent eventueel bereid om wat extra kwaliteit te leveren als het gaat om wat je realiseert of iets te doen met onze sociale dienst. Nou, dat geeft natuurlijk veel meer mogelijkheden aan de verkoper, de gemeente, om iets met die prijzen te doen. Maar we zitten binnen een bepaalde bandbreedte waar we ook al aan gehouden zijn. De gronden die we nu hebben verkocht zitten allemaal aan de bovenkant. En niet per se op de beste plekken, dat we die dus logischerwijs voor de beste prijs hebben verkocht. Nee, de mensen die nu dit jaar hebben afgenomen, zitten eigenlijk allemaal binnen de differentiatie aan de hoge kant. Dus dat is niet zo dat we nu makkelijk laaghangend fruit voor lagere prijzen. Dat is niet hoe het gegaan is. Dus dat biedt wel perspectief. We vestigen ook wel het beeld over dat we niet naar grondprijzen moeten zakken die nog 50 euro zit of zo. Overigens, ik heb ook nog eens even ook zelf goed rondgekeken van wat vragende buren. Die zitten wel wat lager, maar niet zo extreem lager als we hier met elkaar ook wel eens horen. Dus het is ook niet zo dat daar gapende gaten zitten tussen wat wij vragen in Hardenberg of Dalsum. Maar er zit dus wat ruimte. Nou, die boekwaarde, dat zou mooi zijn. En het verhaal zou op kunnen gaan. Dat zou op kunnen gaan. En ik zal u ook vertellen wat ik heb gedaan. Ik was anderhalf week geleden bij de OVO op de ledenvergadering. En daar mocht ik een spreekbeurt houden of een lezing geven. En daar heb ik gezegd, nou, ik zie hier allemaal kapitaalkrachtige ondernemers voor mij. De crème de la crème van ondernemend Ommen. En er zitten hier vast wel een paar mensen met een paar cent op de bank. Dat stel ik me dan zo voor. Hè. Ik zeg, nou, als u nou gewoon vandaag met elkaar zegt, we leggen hier 7 miljoen neer, dan is het van u. En bleef stil. Ja, dat was wel een beetje een teleurstelling, want ik had natuurlijk de hoop dat ik snel zaken kon doen. Maar zonder gekheid. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk zo dat ook een geweldige oplossing zijn. Dat er nu iemand zou komen die zou zeggen, goh, we betalen u gewoon een bedrag en wij zijn er vanaf. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dan hoef je niet meer over risico's te hebben. Dan hebben we een beeldkwaliteit, we hebben een bestemmingsplan. Easy. Maar die is er op dit moment niet. Dus we moeten het gewoon zelf doen. Nou, dat is ook prima, dat gaan we ook gewoon doen. Maar dat zou echt een tot prijsdropping kunnen leiden. Je krijgt dat natuurlijk wel met een ondernemer die ook een risicocalculatie doet. Dus dat lijkt natuurlijk wel weer prijsopdrijvend. Dus laat me zeggen, die 50 euro, nou, we gaan allerlei kosten maken. Maar goed, u, volgens mij begrijpt u dat ook wel. Ja, leveranciers, ja, dat was wel een mooie. Daar heb ik zelf ook toen ik dat zag eens even nagevraagd. Dus ik had eigenlijk aanvankelijk dezelfde reactie als u. Van, goh, leveranciers, wie zijn dat dan allemaal? Dat riep ook wel een beetje het gevoel op van, god, dat is interessant. Dat wil ik wel weten. Nou, dat valt wel mee. Dus het is niet zo dat er een hele kast omviel met leveranciers. Maar dus, ze zijn er wel en die moet je gewoon informeren. Dus je hebt gewoon een aantal plichten waar je moet voldoen. Dus dat hebben we hier ook gewoon gedaan. Overigens, als je nou kijkt in die afrekening die ik net noemde van die 170.000 euro. Dat is wel heel vaak de BOH of de gemeente. Dus we zijn ook wel heel vaak zelf degene die dan nog geld moet hebben. Dus dat moeten we er dan ook maar meteen bij zeggen. Het is niet zo dat er tientallen derden zijn die in die positie zitten. De exacte bedragen rond de directie en de Raad van Commissarissen weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, de directeur is natuurlijk een medewerker van de BOH, die wordt uitgeleend. Dus dat zit ook in die zin in de verrekening. Daar krijgt de BOH weer geld voor. Als u dat echt per se wilt weten, dan moet ik dat even uit laten zoeken. Maar dat moeten we dan even, denk ik, op een ander moment u aanreiken voor de behandeling in de raad. En de heer Van der Mooren heb ik, denk ik, zo terloops niet benoemd, maar die had volgens mij in het verlengde van de vorige vraag een aantal dingen die ik bij de kop heb gehad. Dus ik denk dat ik daarmee, voorzitter, de eerste termijn heb gehad. En ik reken erop dat ik nog wat vragen krijg in de tweede termijn. Dan gaan we nu over tot de tweede termijn. Kijk even naar de heer Van der Mooren. Geen nadere vragen, voorzitter. Alleen de opmerking dat wij een technische vraag hadden gesteld wie die leveranciers waren en daar een perfect antwoord op hebben gekregen. Dank u. De heer Bongers.
Dank u, voorzitter. Nou, allereerst eventjes over de bomenkap. Kijk, dat er een zichtlocatie wat meer zicht moet hebben, dat begrijpen we. Onze stelling zou zijn van, zolang er nog geen potentiële koper is, gaan we niet over tot kappen. En als we de tekst letterlijk lezen, want u gaf aan van ja, maar we gaan er wel selectief te werk. Als je de tekst leest, staat er letterlijk snoeien en bomen kappen. Dus dan denk ik, als we daar ja tegen zeggen, moeten we ook een zekere zekerheid hebben dat het ook echt gaat gebeuren. Maar dat is een... Nou, dat is één aspect, laten we zo zeggen. Blijft natuurlijk... Nou, laat ik eerst even op de, ik vind het wel mooi het verhaal over van de oven, want ik denk er eigenlijk precies zo over. Want de oven roept altijd van, ja, het is zo mooi dat er een reserve is aan capaciteit, aan gronden. Maar iemand zal het moeten betalen. En daarom vind ik het wel mooi dat het voorstel gedaan is. Van laat dan de ondernemers daar zelf het ondernemerschap laten gelden. Dan kunnen ze zelf daar ook geld mee verdienen. En laat het dan niet op de gemeentebegroting drukken. Maar blijft onverlet dat, nou ja, dat het toch... het risico van 105.000 vierkante meter, dat risico blijft gewoon boven de markt hangen. En dat moeten we wel blijven benoemen, ook al begrijp ik best, en daar wil ik ook wel in meegaan, dat we met z'n allen de opbreng tot een oplossing moeten brengen. Dat hebben wij ook uitgesproken. Maar het betekent wel dat je toch dit soort zaken niet zomaar even na een paar jaar naar achter kunt schuiven. Het blijft gewoon boven de markt hangen. Nou, blij om te horen dat met de prijsdifferentiatie dat u met de potentiële kandidaten aan de bovenkant zit. Dat doet ons goed. Ja, voor het overige wil ik het hier voorlopig bij laten, voorzitter. De heer De Vries, Rob Les. Voorzitter, nog even om aan te geven het onderwerp waar ik nog mee worstel als we naar de exploitatie van de Rotbrink kijken, is dat wij krijgen nu de gronden van de Rotbrink weer in eigendom als gemeente. Maar die eigendommen zijn namens de gemeente straks wel met 11,6 miljoen leningen, laten we zeggen, verworven. En die kosten worden eigenlijk helemaal niet verwerkt in de grondexploitatie. Dus ik zou wel eens een overwicht willen zien van, afgezien van die grondexploitatie die we hebben, waar dan een boekwaarde in terechtkomt, die we dan vervolgens verwerken in de grondwaarde, hebben we nog een leningportefeuille waar ook een flinke rentepost aan vastzit, waarvan we eigenlijk helemaal de effecten vervolgens niet meer terugzien. Dus de vraag is even van, ja, hoe ziet nou het hele plaatje er eigenlijk uit, zal ik maar zeggen, van alle kosten die rondom de Rotbrink CV nu namens de gemeente genomen worden. Dat heeft dus eigenlijk niets te met... Goed, ik begrijp dat we daar een helder antwoord op krijgen zo. Die rentekosten zitten natuurlijk gewoon in de begroting van de gemeente Ommen, dat is me ook wel duidelijk. Maar feit is wel dat we een leningportefeuille, die moeten we en aflossen en we hebben rentekosten voor een hele lange periode van jaren. Dat is mijn worsteling met dit verhaal, laat ik dat maar gewoon eerlijk hier zo neerleggen. Het tweede vraag, dat ging even een beetje op die bomenkap in. Nou, ik heb niet bedoeld bomenkap natuurlijk aan te geven, maar ik heb proberen aan te geven, we hebben een laanstructuur en die is in het tweede deel helemaal gerealiseerd. Maar als je nu het eerste stuk bij de stad binnenkomt, daar is eigenlijk helemaal geen laanstructuur meer aanwezig. Dat is gewoon een bossage, laat ik het zomaar zeggen. En het zou goed zijn als het vanaf het hele terrein helder is dat er een soort van laanstructuur is, inclusief dan een bepaalde beeldkwaliteit, zou ik zeggen. Dat was zo was mijn opmerking bedoeld. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Om maar even met een van de vragen van De Vries Robles te beginnen. Van, daar waar het betreft de raming van de kosten, heb ik net even met mijn buurman afgestemd. Dat hadden wij graag even op mail willen doen, zodat het helder is wat we willen weten. Een van de vragen heeft de heer De Vries Robles al gesteld, dus die zullen we er ook in verpakken, kom ik op terug. Ja, en dan voorzitter, daar waar het gaat om de acquisitie. Want het is, en dat is volgens mij ook in het vorige overleg ook niet aan de orde geweest, hebben wij aangegeven van een lage coutage voor werkzaamheden en een hoge coutage voor bij verkoop. En ik besef, ik ben heel blij met het antwoord wat de portefeuillehouder heeft gegeven, voorzitter. Want wij bepalen niet de prijs van de makelaar, die bepaalt zelf. Het is een uithandelingspositie tussen u en hem. Maar de inzet was... zoveel mogelijk verkopen, maakt gebruik van de makelaars in Ommen, lage coutage
voor de werkzaamheden en hoger coutage voor de verkoop. In aansluiting daarvan, voorzitter, want daar hebben we eigenlijk, en dat is mijn eerste termijn een beetje ontschoten, want we hebben ook besproken in het vorige overleg dat de oude gegadigde benaderd zou worden. En ik heb er een aantal gesproken, die hebben al kort na die vergadering een bezoekje gehad vanuit de BOH, neem ik dan maar aan. En ik zou graag willen weten wat daar de stand van zaken is, want ik kan me niet voorstellen dat iedereen daar afgehaakt is, want dat er best wel gegadigden zijn die daarmee aan de slag willen. Maar goed, voorzitter, kortom, buiten een aantal vragen om, zijn wij ook wel content met de antwoorden en sluit het raadsvoorstel ook wel op hoofdlijnen aan bij de inbreng die er geweest is vanuit de raad in bij de vorige inventarisatie. Voorzitter, in antwoord op, want de heer Moerman die reageerde nogal een beetje fel op die vragen over die coutage en die ambtenaren. Ja, voorzitter, ik heb niet gezegd dat de hele raad daarmee eens was. Ik heb gezegd dat er vanuit de raad meerdere opmerkingen, ik kan me herinneren in ieder geval vanuit de VVD-fractie, die daarop aangestuurd heeft om daar gebruik van te maken. Dus ik heb geen mening gegeven om besluit voor de hele raad. En dan, voorzitter, nog even twee dingen procedureel. Eén is, wil ik de voorzitter u zelf even attenderen op het huis reglement van orde, waar duidelijk in staat van hoe je met interrupties in eerste termijn omgaat. Want die staat volgens mij in, worden zoveel mogelijk beperkt. Voorzitter, en als je dan kijkt naar... Precies, die worden zoveel mogelijk beperkt. Voorzitter, en als je dan kijkt naar hetgene wat de LPO inbracht over de leveranciers en de antwoorden daarop. Want daar zaten wij ook wel een beetje mee te toppen, moet ik eerlijk zeggen. Want vandaag kwamen er over de hele agenda een 5 of 6-tal mails binnen over ook over dit onderwerp, hè? Vragen van fracties en de antwoorden daarop. Ik heb samen voor deze vergadering met de heer Middelkamp even een uur aan een staantafel een hapje staan eten en die antwoorden en vragen door te nemen. Dat is wel vrij lastig, zeg maar, om een keuze te maken van, hè, want je betoog maak je fractieoverleg, hè, dat is dan de maandag altijd. En dan komen er weer allerlei technische vragen waar ook nog een beetje politiek in zit. Dus daar zit ik ook wel een beetje mee te toppen. Misschien moeten we daar eens een keer, het zij in het presidium of een ander overleg, over kijken hoe we daarmee omgaan. Het woord is aan de heer Bouwmans. Ja, ik kan nog kort iets over de bomen zeggen. Kijk, je hebt bomen en bomen. Er staan onder andere naaldbomen. En als je wat richting de toegang van de Rotbrink gaat, er staan wat naaldbomen. Nou, die hebben geen echte kwaliteit. Dus die kunnen weg. Maar wat verderop staan de bomen waar de heer De Vries Robles aan refereert. En die hebben wel kwaliteit, want die passen in die laadstructuur. Nou, die moet gewoon blijven. Dus zo moet je daarin differentiëren. En daar is er veel opschot. En dat kan ook gewoon weg. Dus ik heb vanochtend nog even specifiek gekeken, omdat het mezelf ook op bezighoudt. Maar die laadstructuur wil je gewoon vasthouden, daar moet je ook niks mee doen. En dat staat wel tussen de weg en de zichtlocatie in, maar dat geeft ook een mooie groene kwaliteit, denk ik dan maar. Dus dat is ook helemaal geen issue. Alleen die lage rommel en die bomen zonder kwaliteit, nou die kunnen weg. En als dat betekent dat we wat moeten herplanten, nou, dat is mooi, want dan komen we ook bij die lanenstructuur en de invulling daarvan. Dus dat is, daar vinden we elkaar wel, denk ik. Misschien mag ik nog herinneren aan twee illegaal gekapte bomen die dan herplant kunnen worden. Twee bomen van Verleuzen zijn dat, voorzitter. De wethouder van het bomenbeleidsplan die zegt tegen mij dat dat zijn volle aandacht heeft. Alles wat op bomen lijkt, dus dat komt goed. Bovendien, overigens, als je bomen omhakt en in de houtkachel doet, is voor de duurzaamheidsmeter ook goed, heb ik vandaag geleerd. Dus in die zin, ja, dat zei mijn collega ook. Maar er zit wat verschil tussen wat CBS berekent en wat de echte duurzame diehard, zoals de wethouder naast mij zegt. Dus wij gaan ook uit van het niet redeneren in bomen en open haarden. Ja, ik denk zelf dat de grondexploitatie wel redelijk overzichtelijk is, maar het lijkt me helemaal geen probleem als u wat toelichtende vragen heeft om die inderdaad even op schrift aan te leveren. Dan zorgen we voor beantwoording voor de volgende vergadering, dan hebben we dat gewoon compleet. Ik zit er zelf ook aan te denken om het raadsvoorstel nog ook al vast mee te nemen, dat die 170.000 euro die ik net noemde, want dat is eigenlijk al informatie die we ook gewoon mee kunnen nemen. Dat is ook een aanpassing van de GREX feitelijk, om die ook al mee te nemen. Maar we moeten even kijken ambtelijk of dat kan en even een overleg met de Griffie of dat wenselijk is. Maar daar komen we wel uit. Dus als we de vragen krijgen, dan zullen we die zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
Nou, en dan acquisitie. Kijk, ik ben het helemaal met u eens, meneer de Jonge. Als je derden vraagt om iets voor je te doen, dan probeer je natuurlijk daar waar je rendement van ze hebt, zijn beloning te geven. En waar je geen rendement van ze hebt, de kost zo laag mogelijk te houden. En voor een deel snappen de makelaars dat ook wel. Alleen de praktijk is wat weerbarstiger, want zij zeggen van ja, we moeten natuurlijk ook allerlei kosten maken om tot verkoop te kunnen komen. Dus zij zoeken een wat ander model. Nou, daar moeten we elkaar in zien te vinden. En daar zijn we over in gesprek. En ik denk dat als we een beetje begrip voor elkaars positie en uitgangspunten hebben, dat we daar ook wel uit moeten kunnen komen. Voorzitter, ik denk dat we tot een afronding kunnen komen. Maar daar gaat u over. Ja, dan concludeer ik, omdat er mogelijk nog een wijziging op komt, dat het stuk als een bespreekstuk naar de raad gaat. En dan hebben we nu tot 8:55 een korte koffiepauze. En 8:55 is ook echt 8:55. Het is 8:55, ik heropen de vergadering. En aan de orde is de RUT. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Ik moest even nadenken over wat ik wilde zeggen. Ook bij dit onderwerp gaat het over een vervolg op eerdere ontwikkelingen. En die ontwikkelingen die te maken hebben dus met de transformatie van de RID IJsseland. Jammer dat de exacte kosten nog niet exact bekend kunnen zijn, voorzitter. En ik hoop dat we ervan uit mogen gaan dat zeker Ommen heel goed de vinger aan de financiële pols zou houden. We zijn veel meer geïnteresseerd in de betekenis van de financiële solidariteit die de alliantiepartners zullen gaan vertonen. En we begrijpen dat ook dit punt nog verder vorm moet gaan krijgen. En daar zit ook een vraag van ons aan vast of op hoofdlijnen aangegeven kan worden hoe we die constructie ons moeten voorstellen. Dus we hoeven geen details, maar wel op hoofdlijnen hoe dit wat de denkrichting is wat die financiële solidariteit zal gaan inhouden. Dank u. We hebben verder geen technische vragen. Dus, Mevrouw Lagas. Voorzitter, we hebben nog even een korte opmerking hierover. Het spijt in ieder geval de fractie van de VVD dat onze netwerkconstructie niet door mag gaan. Dat vonden we erg goed, maar goed, het is niet anders. Een van de redenen waarom we toen die netwerkorganisatie heel graag wilden met elkaar, dat had te maken met het feit dat men de ambtenaren op hun eigen plek bleven en de omgeving kende. En alleen voor bijzondere gevallen werden er van externe ingevlogen, maar dat is dan ook het leuke van de bijzondere gevallen. Het voordeel was dat degenen die zich bezighielden met vergunningen en handhaving en dergelijke zaken ook goed hun Pappenheimers kenden, om het maar zo eens te formuleren. En dat zal toch een stuk minder worden. En wij vragen u daar wel aandacht voor, dat wanneer u iets te horen krijgt over de stroeve procedure, want dat gaat allemaal uren kosten en die rekeningen zijn dan weer voor ons. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om de komende tijd ook daar de vinger aan de pols te houden. En ook wij zullen de kostenontwikkeling nou laten volgen, want dat is natuurlijk nog een groot vraagteken. Hoe zich dat gaat ontwikkelen. En daar maken wij ons wel zorgen over. Maar ja, we moeten toch beginnen. Dus we kunnen er nu wel alles van vinden. Maar meer ruimte hebben we niet. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook ons spijt het natuurlijk dat de netwerkrut, of de netwerkuitvoeringsorganisatie die we nu feitelijk hebben, dat die de nek omgedraaid wordt. Een vraag die ik nog wel in dit verband heb, maar mogelijk dat wettelijk helemaal niet toegestaan is. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in het kader van de jeugdhulp hebben we voor een lichte uitvoeringsorganisatie gekozen. Was dat een keuze die we op het gebied van de RUT ook hadden? Want nu gaan we feitelijk een echte hele zware gemeenschappelijke regeling optuigen. Terwijl het eigenlijk om handhavingstaken gaat op het gebied van de uitvoeringsdiensten waar het over gaat. En als we feitelijk ook een keuze hadden om gewoon de uitvoeringstaken goed met elkaar te delen, maar de beleidskant bij ons te leggen. En dat heeft feitelijk, kan ik gelijk de doorsteek maken naar het onderdeel wat over de facultatieve taken gaat. Kennelijk kunnen we een aantal taken daar ook nog extra onder brengen, maar hebben we daar keuzes in? Nou, de vraag is, hadden we die keuzes, zijn er niet nog wat ruimere keuzes te maken op dat gebied? Ik weet niet of die optie überhaupt overwogen is. Hè. Op het moment dat we waarschijnlijk bezig waren met die RUT-uitvoering was die wettelijke mogelijkheid er ook nog niet.
De tweede vraag, als we het over die facultatieve taken hebben. Kijk, vanuit onze visie zouden we eigenlijk hetzelfde moeten doen wat we ook gewoon in het sociaal domein doen. We gaan als gemeente over onze eigen zaken, tenzij het verstandig is om een aantal zaken gemeenschappelijk te doen. En dan kun je het over uitvoeringstaken hebben. Dus wat ons betreft gaan we voor de minimale variant. En dan is wel de vraag van, als we dan ook nog keuzes krijgen op het gebied van facultatieve taken, kan ons dan inzichtelijk gemaakt worden, als we voor zo'n facultatieve taak kiezen, dat het ook daadwerkelijk tot verlaging van kosten leidt. Want dat is natuurlijk feitelijk dan waar het als keuzemoment voor de gemeente om zou moeten gaan. En het punt is dat in het overzicht wat we nu voorgelegd hebben, daar geen enkele relatie gelegd wordt. Overigens in de tekst werd er wel op gezinspeeld dat het verstandig was om dat soort dingen ook gemeenschappelijk te doen, omdat het dan goedkoper van wordt. Nou, dat zou voor ons een belangrijk criterium zijn om die keuze te maken. Overigens gaan wij ervan uit dat die keuze nog gemaakt moet worden, dus dat het ook feitelijk weer aan ons voorgelegd wordt, ondanks het feit dat er het opgericht gaat worden. Als laatste, dat is natuurlijk, laten we zeggen, de zorgen die we eigenlijk altijd bij gemeenschappelijke regelingen hebben. Hoe gaan we nou, zal ik zeggen, de kosten van zo'n gemeenschappelijke uitvoeringsregeling feitelijk goed monitoren, zodanig dat we zicht hebben op datgene wat we uitbesteed hebben, dat kost ons een lieve duit, maar dat het niet een soort van zelfreizend bakmeel wordt, zo'n RUT. Ja, want dat zie je natuurlijk vaak best wel bij gemeenschappelijke regelingen. Dat worden gewoon steeds maar groeiende apparaten die feitelijk op kosten van de deelnemende gemeentes uitvoeringstaken of in ieder geval zaken uitvoeren. Nou, dat lijkt me een dilemma waar we in ieder geval voor open moeten staan en moeten kijken hoe dat kunnen monitoren. Dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen vanuit het CDA, eigenlijk ter aanvulling op de heer De Vries Robles over de facultatieve taken. Wie bepaalt de omvang van deze taken? Is dat een bevoegdheid van het college of gaat de gemeenteraad daarover? En een andere vraag gaat over de mandatering. Eigenlijk dezelfde soort vraag. Wie heeft de bevoegdheid mandaat te geven? Is dit het college of is de raad bevoegd? Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, sorry voorzitter. Ik zat me even te verdiepen in de wonderwereld van de lichte GR. Maar daar kom ik zo wel op. Ja, de heer Van der Mooren legt eigenlijk de vinger bij een punt wat wel belangrijk is. En dat is namelijk de inzichtelijkheid van de kosten. En dat ben ik ten principale wel met hem eens. Dat je eigenlijk natuurlijk aan de voorkant zoveel mogelijk zekerheid wilt. En het is ook wel zo dat op het moment dat we definitief overgaan, die zekerheid er is, maar eigenlijk nemen we nu weer een stap in het hele proces om te komen tot de omgevingsdienst per 1 januari 2018. En dat inzicht hebben we nu nog niet, maar we hebben wel een uitgangspunt. En dat uitgangspunt is dat we sober omgaan met de centen. Dus dat het uitgangspunt wel is, wat de heer De Vries Robles, dacht ik ook, aandacht voor vroeg is, van het moet ons in ieder geval niet meer gaan kosten. Dus we moeten heel goed opletten hoeveel geld er naar de GR toe gaat en wat er vervolgens mee gebeurt. Zeg maar, ik denk dat we dat uitgangspunt met elkaar delen. En dat het ook betekent dat we zo snel mogelijk gewoon het inzicht moeten hebben in de kosten. En daar wordt ook wel aan gewerkt, is mijn stellige overtuiging. Maar een aantal dingen moeten ook nog in de markt gezet worden. Huisvesting is daar één van. Een andere is bijvoorbeeld de bedrijfsvoering. Nou ja, de vraag is natuurlijk ook, wat gaat dat voor kosten met zich meebrengen? Dus al dat soort zaken moet verder nog ingevoerd worden. Nou, het loongebouw, het functiegebouw en alles wat daarmee samenhangt. Nou, dat is de hele proces gaan we nu mee aan de slag. Maar er zijn duidelijke uitgangspunten als het gaat om wat mag de overheid zijn en dat soort zaken. Dus er wordt echt wel heel erg gericht gekeken naar. Het is een uitvoeringsdienst, je wilt de kosten beperken. Desalniettemin wil je een goede kwaliteit. Hè. Dus er zit eigenlijk een werking in van de kwaliteit moet beter en de kosten moeten eigenlijk omlaag. Dat is zeg maar het algemene uitgangspunt. Mijn beeld op dit moment is dat het in den landen aardig lukt. Dus dat GR hem best in staat zijn op het niveau van de uitvoeringsdienst om dat te doen. Maar dat gaat wel met enige piep en gekraak. Ik noem dat wel eens. Dat ik geloof inmiddels 1/3 na 1,5-2 jaar oprichting van alle GR'en inmiddels een andere directeur heeft. En dat heeft natuurlijk precies met dit vraagstuk te maken. Hoe ga je in een politiek sensitieve omgeving, want denk maar eens na hoe vaak u als raad over handhaving en toezicht praat, dat is best vaak. Enerzijds, dus in een omgeving waar je een uitvoeringsdienst bent op afstand van de politiek, en hoe bedien je je klant,
En anderzijds, hoe ga je om met het vraagstuk van toenemende kwaliteit, gevraagd? Maar de kosten moeten eigenlijk omlaag. Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Maar daar zijn we bij. We hadden op dit moment hard gewerkt aan het vormen van een dagelijks bestuur voor de omgevingsdienst. En dat dagelijks bestuur zal ook echt de opdracht krijgen vanuit het algemeen bestuur om daarop te letten. Dus ik zal ook nog eens vanuit ons perspectief hier die boodschap overbrengen. Nou, dan de financiële solidariteit, dat is een punt. Dat heb ik over zelf ingebracht in de besprekingen rond de vorming van de GR. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting. Laat me zeggen, wat mijn uitgangspunt was toen we dit in bespreking brachten, wat ook is overgenomen door de andere partijen, is dat we hebben gezegd, niet iedereen kan meedelen in het bijdragen aan de overheid. Dus als het bijvoorbeeld gaat om wie de kavel bedrijfsvoering ICT gaat doen of de huisvesting gaat leveren, die heeft daar waarschijnlijk een invoordien voordeel van. En het zou toch heel aardig zijn dat daar waar die anderen te maken krijgen met frictiekosten, dat degene die het invoordien voordeel heeft een bijdrage doet aan de frictiekosten van de anderen. Nou, zo is er eigenlijk over begonnen te praten. Nou, dat is best ingewikkeld om dat zo te doen. Dus het heeft zich nu meer vertaald naar bijvoorbeeld in de aanbesteding wordt een aantal dingen gevraagd, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting, die in het bod meegenomen moeten worden. En eigenlijk zou je dus kunnen redeneren dat je met een onrendabel aanbod doet. Dat zou ook anders kunnen zijn, overigens weet ik inmiddels uit eigen ervaring, waarover op een later tijdstip ongetwijfeld meer. Maar je doet eigenlijk een aanbod wat heel aantrekkelijk is, waardoor de ander ook een bepaald voordeel, maar dan meer van kwalitatieve aard zien. Financiële solidariteit. Ja, we hebben net bij de veiligheidsregio daar een voorbeeld van gezien. Hè. Er zijn bij de aanvang afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Nou, dat begon uit de pas te lopen. En daar hebben de partners ook op de Rijnlandse methode, zoals dat hier in West-Overijssel gebruikelijk is. En Rijnlands wil dus eigenlijk zeggen dat je met elkaar in overleg gaat om tot een genoegzame oplossing te komen voor alle partijen. Dat je er zo mee omgaat. En ik denk dat we het hier ook gaan doen op deze manier. Overigens is mijn indruk, en dan kom ik een beetje richting de heer De Vries Robles, dat het dan helpt als we ook uit blijven gaan van dezelfde standaarden en opdrachten. Dus ik ben wel van de school, een beetje geleerd uit mijn Groningse ervaring, waar dat niet goed ging, dat je ook niet ongelijksoortige opdrachten aan de omgevingsdienst moet gaan geven. Dus het is heel belangrijk dat we eigenlijk allemaal zeggen, we gaan op basistakenniveau zitten en ook niet meer. Laat die omgevingsdienst eerst maar zorgen dat dat goed voor elkaar is. En ga niet allerlei exotische producten daaraan toevoegen. Ook al hebben we een hele, ik zeg niet dat het zo is, maar stel je voor dat we een hele ambitieuze directeur hebben die denkt, ach leuk, ik ga ook de drank- en horecawet doen en ik ga dat doen. En als ik dat nou voor 3 gemeenten doe, allemaal hartstikke mooi. Maar zorg nou eerst eens dat je de komende 2 jaar op orde krijgt waar het echt om gaat en wat ook de aanleiding is geweest voor deze hele ontwikkeling. Want natuurlijk klopt dat je wilt alles zo dicht mogelijk bij de burger organiseren. Daar zijn gemeenten ook voor en gelukkig zien we ook dat in toenemende mate gemeenten taken krijgen. Maar soms wil je dingen organiseren op een bepaald schaalniveau dat je ook de kwaliteit kunt leveren die nodig is. Nou, dat is natuurlijk de gedachte geweest met alle rampen in het achterhoofd om met die omgevingsdiensten te gaan werken. Overigens realiseerde zich ook goed dat als dit niet lukt, het Rijk loert recht op om het op te schalen naar het ILT, dus de inspectie leefbaarheid en transport, dankjewel, meneer de Jonge. Laat me zeggen, er zijn echt wel kapers op de loer om te kijken van, hé, laten we dat op rijksniveau doen. Ik ben er juist heel trots op, dat was ik ook al in mijn vorige rol, dat wij dat als lokale overheden kunnen doen. Dus we hebben ook gewoon, als we het goed doen, dan denk ik dat we het ook dichtbij kunnen houden. We zien iets minder dichtbij dan in de gemeente, maar ILT is wel echt heel ver weg. Dus dat moet ook wat mij betreft de inzet zijn. Ik snap helemaal wat mevrouw Lagas zegt over ambtelijke nabijheid en het voordeel van netwerk, Rut. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van, nou, laten we er nou eens van uitgaan dat we wat van de collegialiteit kunnen leren. Dat we vooral gaan focussen op de goede dingen die we allemaal meebrengen uit onze eigen organisatie. En dat we het gewoon goed gaan doen. Het grote punt is, en dat noemde ik net ook al, hoe hou je nabijheid en politieke sensitiviteit? Dus hoe snapt nou degene die straks de handhaving en de uitvoering van de vergunningverlening gaat doen, wat de lokale kleur is in Ommen en hoe wij ermee om willen gaan. Nou, dat is echt een heel belangrijk punt en daar moeten we ook aandacht voor hebben. Dat vergt iets van de latende partij, dus dat vraagt iets van het gemeentebestuur hier, om gewoon duidelijk te zijn en aandacht te vragen en te interveneren en je ermee te bemoeien. En ook, denk ik, als raad belangstelling te houden. Hè, dus gewoon ook door te vragen, ook prikkelend te zijn. En zo moeten we dat spel met elkaar op de wagen krijgen. En het kan wel.
Maar het is niet per se zo dat het vanzelf goed gaat. Dus daar moet je echt aandacht voor hebben. Nou, ik zat net al even te kijken naar, kan het nou niet een andere vorm van GR zijn? En je hoort al vaak de discussie over een lichte GR. Ik denk dat we hier een niet al te ingewikkelde constructie optuigen. Het is weliswaar een GR, hè, maar laat me zeggen, de netwerksituatie die er was, die eigenlijk een bepaalde van vrijheid was, een soort van coöperatie. Nou, dat mag inderdaad niet. Dat is een poosje toegestaan. Overijssel had die vorm West-Overijssel in Noord-Limburg, dacht ik. Nou, daar is ook onder druk van de andere regio's op ingegrepen door de staatssecretaris. Heeft gezegd, mag niet langer. Dus dan kom je eigenlijk op een GR uit. En dit is ook wel de vorm die elders in het land gekozen is. Hij is in zekere zin licht, omdat het ook niet veel meer is dan een GR met een dagelijks en algemeen bestuur met een directeur. Die een mandaat, een vrij ruim mandaat van ons krijgt. Van u, van het college. En vooral aan het werk moet met de medewerkers die krijgt. Het zal denk ik ongeveer 80-100 FTE zijn. Dus het is ook niet een enorme organisatie die ontstaat. Maar we moeten daar wel op letten. Dus ik ben wel met u eens. We moeten gewoon zorgen dat het een GR is die niet een waterhoofd krijgt. Hè, want dat is de grote vrees. En die waterhoofd die leidt alleen maar tot meer kosten. Dat kan niet, want we moeten de overheid juist drukken. En tegelijkertijd willen we ook wel dat u gewoon goed gerapporteerd blijft worden. En dat u ook weet wat er gebeurt. En dat de vrij natuurlijke behoefte die u voelt om op dit beleidsterrein betrokken te blijven, dat dat ook vorm en inhoud krijgt. Facultatieve taken gaan niet over. Ik ben het helemaal met u eens. Op het moment dat dat aan de orde zou zijn, moeten we de afweging maken op kwaliteit, continuïteit en op geld. Dus we moeten gewoon goed kijken voor we dat doen. Het is niet per se mijn inzet om nu allerlei dingen daar extra naartoe te brengen. Beslist niet zelfs, ook getuige wat ik eerder zei. Ga eerst maar zorgen dat de dingen die daar zijn goed gebeuren. Heeft de raad nog wat te kiezen? Ja. Hoe monitor je de uitvoering, heb ik net denk ik bij de kop gepakt. Pakken we gewoon mee in ons PNC-cyclus. Maar ik kan me ook voorstellen dat we gewoon één keer per jaar in zo'n informele raadsessie gewoon een verdiepingsslag met elkaar doen. En dan denk ik dat ik daarmee ook wel een antwoord heb gegeven richting de dunne wind. Uiteindelijk, u gaat erover. Dus zeg maar alle besluiten die aan uw bevoegdheid raken, en dat is al vrij snel aan de orde, komen hier gewoon terug. En dan kunnen we met elkaar dat gesprek daarover voortzetten. Dank u wel, voorzitter. Wie wenst in tweede termijn het woord? Niemand. Kan ik concluderen dat dit als hamerstuk naar de raad kan gaan? Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dan gaan we over naar agenda punt 7. Aanvraag vangnetuitkering 2016. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is eigenlijk de vangnetuitkering. Hebben we die ook in 2015 gehad? Heeft dat ook op dezelfde manier plaatsgevonden als we nu doen? Want ik heb daar weinig herinneringen bij. Kan aan mij liggen hoor. En de tweede vraag die ik heb dit nieuwe verdeelmodel wordt gestaffeld ingevoerd. In 2015 en 2016 bepaalt het nieuwe verdeelmodel 50% van het budget. En dan de andere 50% is dan historisch. In 2017 gaat het dan naar 75%. En in 2018 is het dan volledig op het nieuwe verdeelmodel. En onze vraag zou zijn van, we zien dus dat we nu een tekort hebben van 380.000. Daar krijgen we dan een gedeelte van vergoed. Maar is het dan logisch te veronderstellen dat dit, als dit nog maar de helft is, dat we in de toekomst hier nog veel meer kosten krijgen voor de gemeente Ommen? Dat waren de vragen. De eerste vraag, dat was een technische vraag, maar dat zei u vergeven. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Het is mooi dat we gebruik kunnen maken van een regeling die er op rijksniveau is, zodat we een deel van onze kosten daarmee kunnen dekken. Maar wij zien toch liever een aanpak bij de bron, want ja, dit is een beetje een open eindconstructie en vervolgens kunnen we gelukkig nog een deel claimen. Maar uiteindelijk zien wij liever een aanpak die erin resulteert dat wij de kosten en beter gezegd de aantal uitkeringen kunnen beperken. Dat is voor de mensen goed en dat is voor onze portemonnee goed. Er is al meermalen geschetst hoeveel instanties en hoeveel faciliteiten we inmiddels hebben om
nou, het aantal uitkeringen, bijstandsuitkeringen te beperken. Maar laten we dat dan ook maximaal uitnutten. En dan vind ik het ook, zou ik het ook fair vinden dat we daar ook een doelstelling in zetten die dat ook echt substantieel terugdringt. En ik begrijp best dat er een open eind is wat betreft instroom. Maar goed, dan moet je ook zo flink zijn. We hebben instrumenten. Laat ons daar maar eens committeren aan een bepaalde uitstroom. Dank u wel, voorzitter. Uw vraag was de heer Moerman. Nee, voorzitter, ik heb ook geen vraag. Maar als ik dan de woorden van meneer Bongers goed hoor, dan pleit hij eigenlijk voor de invoering van een basisinkomen. Nou, daar ben ik een groot voorstander van. Dus dat zou ik heel graag inderdaad eens kunnen worden stellen. Nou, volgens mij moet u dan met initiatief komen, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, het is natuurlijk iets wat mooi is dat het er is, dat je die mogelijkheden hebt. Ik heb alleen dus, maar dat is inmiddels beantwoord door de ambtenaar. Maar er is nog even dat staatje op pagina 8. Ik heb eventjes inhoudelijk gewoon gevraagd, hoe kom je nu aan die cijfers? Maar dat is mij wel helder. Alleen, het is natuurlijk vaag wat er staat, want je weet niet hoe het gaat worden. Dus het is echt een beetje in de glazen bol kijken. Dat is voorbehouden aan de voorzitter, meneer Bons. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is, heeft u zo'n glazen bol? De heer De Vries Robles. Nee? Nee. Ook niet. Mevrouw Makkinga. Ja, dankjewel, voorzitter. We hadden een vraag, maar die is ondertussen gesteld. En ik denk dat het inderdaad het optimaal inzetten van de instrumenten die we hebben zeer wenselijk is. En als het gaat om de vraag die nu voor ligt om inderdaad die aanvraag in te dienen, dan denken we dat we dat zeker moeten doen. Woorden van wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Maar met de woorden van de heer Bongers te beginnen. Ik denk dat het inderdaad goed is dat we maximaal inzetten. En ik denk dat deze aanvraag ons daar ook in gaat helpen. Want dit is in feite een extra impuls. Het geeft extra financiële ruimte om het beleid wat we hebben ingezet nog eens wat extra uit te nutten. Het is een vervolg inderdaad, een mogelijkheid. Ook in 2015, meneer Marsman, hebben we dat inderdaad gedaan. U heeft wel gezien dat die verdeling inderdaad wat aan het veranderen is. Dat heeft u goed gezien. Des te meer moeten we scherp sturen. Nou ja, dat was in feite ook het pleidooi van de heer Bongers. Dat we ook echt een aanpak hebben die effect sorteert. De heer Bongers heeft me al eerder uitgedaagd van, goh, laten we eens een keer hebben over de echte doelstellingen. We hebben afgesproken dat we dit voorjaar eens even het hele beleid gaan doormeten. Dan gaan we in de klankbord en misschien ook wel in de raadscommissieverband eens even het hele beleid herijken. En wellicht dat we dan het gesprek over die doelstellingen nog eens even goed kunnen voeren. Overigens zijn we het wel eens met het feit van, ja, de instroom, nee, beter gezegd, de uitstroom moet omhoog. Daar gaat het om. Ik denk dat de heer Moerman een wat ruimere interpretatie had van de vragen van de heer Bongers dan ik. Een basisinkomen is inderdaad een vangnet, maar dit is een wat ander vangnet wat we nu aanvragen bij het ministerie. Mevrouw Schunselaar, ik zou willen dat ik een glazen bol had, maar hoe dat ook zij, wat ik wel zie is dat de voornemens, ik moet anders zeggen, de perspectieven van de economie, die nemen toe. Maar het is niet één op één dat de werkgelegenheid daarin doortikt. Wat je ziet is dat er toch nog een behoorlijke bulp aankomt van mensen vanuit de WW zo ook naar de bijstand toe. En het is belangrijk dat we ook in het regionale werkbedrijf gezamenlijk dat goed aanpakken. En graag eens met mevrouw Makkinga. Belangrijk dat we dit snel naar het ministerie leiden. En hopen dat we daar ook snel een positief antwoord op krijgen. Tot zover, voorzitter. De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik vind dat we misschien als raad nog even wat helderder antwoord moeten geven op de vraag die het college ons feitelijk stelt. Namelijk, bent u ervan overtuigd dat wij maatregelen uitgevoerd hebben om de instroom te beperken? Die beschrijft u namelijk. Daarvan moeten wij zeggen dat wij dat een goede gebeurtenis vinden. En met dat oordeel van de raad kunt u het verhaal opsturen naar Den Haag. Dank voor deze aanvulling.
Dan kan een stuk als... Wij onderschrijven dit dus, dat ook. Dan kan een stuk als hamerstuk naar de raad. Waarvan akte? Dan gaan we nu over naar de renovatie basisschool Sint-Bernardus. Het gaat dus niet over het kindplein, maar het gaat over de kredietverlening aan Sint-Bernardus. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we gunnen natuurlijk elke school een goed schoolgebouw. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Wat ons wel verbaasd heeft, is dat er is een aanvraag ingediend tot renovatie van de Bernardusschool. Die overtrof zwaar het eerste gevraagde of toegestaande budget. Vervolgens is er weer naar gekeken en komt men tot de conclusie dat er ook weer heel veel kosten geschrapt kunnen worden. En dat baart ons wel zorgen, want de vraag is dan wel op welke referentiekader is dan die nieuwe budgetaanvraag gebaseerd? Of worden we straks geconfronteerd met nu een lage kosten en over 2 jaar komen we tot ontdekking dat het dak lekt en toch dakbedekking nodig is, et cetera, et cetera. En dat ik denk dat we daar gewoon open kaarten moeten spelen. Dat we de heldere criteria hebben waarop we beoordelen van zoveel jaar moet het gebouw mee kunnen, zodat we daar ook geen discussie over hebben. Tot zover, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, daar kan ik wel een beetje bij aanhaken inderdaad. Eerst wordt er inderdaad een heel fors kostenplaatje gepresenteerd. En dan wordt het doet een beetje voorkomen alsof het wordt bezuinigd, maar er wordt gewoon minder meer uitgegeven. Dus op zich geen bezuiniging vanuit de katent. De vraag is inderdaad van wat is het noodzakelijke, wat is het meest noodzakelijke? Hebben we het hier over een kortdurige of langdurige renovatie? Voor welke periode gaat het dan om? Dat waren de vragen. Mevrouw Schunselaar van de VVD. Ja, dank u, voorzitter. Aansluitend aan datgene wat zojuist gezegd is, is onze vraag ook, kijk, die renovatie, die aanpassing is allemaal prima. Het is ook wel verbazingwekkend dat er van zo'n groot bedrag nu ineens naar een ander bedrag gegaan kan worden. Maar goed, dat is dus het spel. Mijn kinderen vroeger ook wel eens heel veel zakgeld, dan als ik zei van nee. En waarom niet nee? En dan kon het dus met minder zakgeld, kon het ook. Ja. En ze zijn ook nog steeds gelukkig, volgens mij. Dit heb ik niet gehoord. Ik heb eventjes wel een opmerking. Ik hoop dat het een solide aanpassing is. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat hij toch wel in een groot aantal jaren weer mee kan. Maar, mijn vraag is eigenlijk, die renovatie, is die wel gericht op, en dat begrijp ik ook wel, dat je dat vrij kunt interpreteren, maar wel gericht op het blijvend gebruik maken van deze locatie. En dan denk ik wel dat de portefeuillehouder begrijpt wat ik bedoel. Dank u wel. Dat zullen we straks merken aan de beantwoording. De heer De Vries Robles. Voorzitter, laat ik dan maar gelijk op dat aspect nog een keer ingaan. Wij hebben volgens mij in een andere discussie besloten dat wij de Sint-Bernardus niet grootscheeps gingen renoveren. En dat we een kleine renovatie zouden toestaan die in ieder geval binnen een beperkte tijdshorizon de functionaliteit van het gebouw zodanig maakt dat daar op aanvaardbare gronden een school in geplaatst kan worden. Maar dat betekent dus dat het hooguit voor een iets langere periode rekt de huidige faciliteiten, maar dat betekent dat binnen aanzienbare tijd op ons de vraag afkomt van waar gaan we deze school alsnog huisvesten. Herhuisvesten. Die vraag hebben we namelijk heel nadrukkelijk in het kader van het kindplein aan de orde gehad. En mijn vraag aan de wethouder zou dus zijn, inderdaad, in de nu toegekende middelen gaat het om die, laten we zeggen, beperkte renovatie om de gebruiksduur van de school gedurende een relatief korte periode fatsoenlijk mogelijk te maken. En dat betekent dus dat we binnen niet al te lange tijd ook de vraag aan de orde moeten zien wat als uiteindelijk de functionaliteit van de gebouwen zijn eindige gebruiksduur bereikt heeft. En in die zin hebben wij deze renovatie volgens mij destijds als raad goedgekeurd namelijk. Ik durf geen vragen te stellen, het is commissie.
Dat is juist bedoeld om technische politieke vragen te stellen. Ik durf verder geen vragen te stellen. Je hebt verder dus geen vragen. De heer Witt. Voorzitter, dank u wel. Ja, wij hadden vooraf een vraag en dat ging met name over de procedure, zoals er hier ook meerdere mensen aangeven. Wij hebben dat heel duidelijk beantwoord gekregen via de mail. Dus het zou misschien handig zijn als die informatie ook naar de andere raadsleden gaat. De informatie die zit er volgens mij bij als het goed is. Die is nadien verstrekt. Formule verstuurd. Goed. Nou, dan beginnen we de volgende keer. Dan doen we de koffiepauze wat langer en dat is 5 minuten meer lezen. Het woord is aan de wethouder. Ja, voorzitter. Ik denk dat de heer Wint inderdaad terecht heeft gewezen op de procedure. Want dit is een zaak die natuurlijk al wat langer speelt. En ik denk dat de uiteenzetting ook wel duidelijk maakt dit is niet iets wat in één keer zo komt opborrelen. Ik denk dat qua inhoud de duiding de heer De Vries Robles de spijker op zijn kop heeft. We hebben al een paar keer gesproken over eigenlijk de wens breed gedragen van het zou toch mooi zijn als wij alle scholen zouden kunnen verenigen onder een kindplein. Nou, Katent, het bestuur van de Benarders, heeft om haar moverende redenen voor gekozen om niet mee te doen. Dat is spijtig. Maar wat heeft dat dan voor betekenis voor de gebouwen die er zijn? En toen hebben we inderdaad ervoor gekozen om niet een grootschalige renovatie mogelijk te maken, maar juist een wat kleinschalige renovatie. En dat is precies de kern van wat hier staat. Dus richting de heer Bongers. Het is dus niet zo dat we wat labwerk hebben. Het is ook niet zo dat we over 5 jaar dan in één keer met een lekkend dak zullen zitten. Maar het is wel een beperkte renovatie. Nadrukkelijk erop gericht om over een tijdspanne van ongeveer 10 jaar... je kunt dat niet precies op het jaar zetten, maar op ongeveer 10 jaar inderdaad het gesprek hebben van goh, willen we de Benarders op deze locatie voor de toekomst ook hebben? Of kunnen we het gesprek aan met het schoolbestuur van goh, willen we toch niet alsnog toe naar een situatie waarin ze worden ingepast in een kindplein. Voor de goede orde, dat is wel een discussie die je als gemeente kunt aanvoeren. Het is wel een uiteindelijk besluit van het schoolbestuur, dat blijf ik ook zeggen. Dat is in ieder geval de kanttekening die ik daarbij zou willen maken. Dus het is inderdaad een beperkte renovatie. En ja, in termen van geld lijkt het erop van goh, men heeft heel veel gevraagd en nu kan er van alles minder. Het heeft dus alles van doen met het feit, is dit nou een grootschalige renovatie van zeg 20 jaar of meer? Of is dit inderdaad de beperktere, zoals we die hebben afgesproken, van 10 jaar? Ook voor de goede orde, ik dacht dat het ook in het stuk vermeld staat, het is overigens wel zo dat Katent ook zelf €150.000 fourneert in dit verhaal. Dus het is niet zo dat alleen maar de gemeente hier een bijdrage doet. En voorzitter, volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. Dank u wel. Ik heb zo net voor mijn beurt gesproken. Ik heb de mail van met de beantwoording van de ChristenUnie nog niet gezien op de mail. Dus het is kennelijk buiten de griffie omgegaan. Dat is de enige verklaring die ervoor. Mogelijk kan die nog even toegestuurd worden. Wie wenst de tweede termijn het woord? De heer Bongers. Ja, op zich duidelijk verhaal, voorzitter. Echter, ik vind wel, we moeten dingen wel heel helder neerzetten. Als ik het goed begrijp, is dit een renovatie voor een periode van 10 jaar. Is dat ook op deze wijze zo gecommuniceerd met de school dat daar geen verschillende interpretaties aan gegeven kunnen worden? Dank u wel. Ja, nogmaals, het gaat niet precies om 10 jaar of zo, maar het gaat om inderdaad een grootscheepse renovatie, zodanig dat je echt de bestendiging hebt van de benaders op die locatie voor echt decennia, of een kleinschalige renovatie waar de gemeente bereid is om aan mee te werken. Ja, en ik heb het al gezegd, van ongeveer 10 jaar. Juist in het gesprek met Canent en de Benardenschool hebben we ook benadrukt van ja, die grootscheepse renovatie voor de lange periode zit er gewoon niet in. We komen A,
op veel te hoge kosten. Maar B, het is beleidsmatig ook zeg maar niet datgene wat in de gemeenteraad is aangegeven. Want er was nadrukkelijk ook sprake van een 10-jarige ongeveer termijn. Dus dat is wel degelijk bekend. Hoe dat over een aantal jaren, hè, dus over 8-9 jaar loopt, moeten we natuurlijk gewoon zien. Maar dat is de insteek geweest, dat is bij hen bekend en daar zijn de bedragen ook zeg maar, op gericht. Een kleine vervolgvraag dan. Daar heeft men, want kijk, heeft men daar zich ook mee ingestemd? Want u zegt van ja, ze hebben ook een eigen bijdrage geleverd. Blijkbaar was het dus niet voldoende. Een hele goede vraag. Nee, uiteraard hadden ze gehoopt op een grootscheepse renovatie. Maar dat zat er dus gewoon niet in. En men heeft zich dus moeten neerleggen bij het feit dat de gemeente zeg maar niet bereid is. En ik proef ook uit uw reactie de raad in brede en unanieme zin. Niet bereid is om een grootscheepse renovatie te betalen. En nou, dat lijkt me dan een heel helder verhaal ook naar hen toe. Kan dit als bespreekstuk of hamerstuk naar de raad? Ja, kan als hamerstuk naar de raad. Dan hebben we nu de aanpassing van een aantal verordeningen. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het gaat ons om het gedeelte dat over de huishoudelijke hulp gaat in de verordening. En daar hebben we ongeveer een maand geleden in ongeveer dit gezelschap in de Raad van afgesproken dat we de eigen bijdrage voor de financieel zwakkeren niet tot 25 en daarnaast met een grote sprong naar 100, maar dat we daar twee tussenstapjes zouden maken. Voorzitter, we hebben de door het CDA als technische vraag ingeschatte vraag gelezen en daar ook het antwoord op gezien. Wij hebben de vraag wat anders bestempeld en we zullen hem ook anders gaan stemmen. En bovendien waren we ook helemaal niet blij met de beantwoording. Want daar lijkt het op, als we het goed hebben begrepen, dat er een link wordt gelegd naar de discussie met de zorgaanbieders. En voorzitter, daar snappen we eerlijk gezegd helemaal niks van. Want natuurlijk ga je met de zorgaanbieders, want dat was deel 2 van het voorstel wat we besproken hebben. Ga je met de zorgaanbieders in gesprek over hoe schoon is een schoon huis en hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig. En kan je daar wat maatwerk in doen of althans de richtlijnen aanpassen. Daar hebben we tijd voor nodig. Dat leidt tot andere contractuele afspraken. En daarvoor hebben we ons een maand of 5, zoals in het stuk staat, gegund. Daar is niks mis mee. Maar het andere gedeelte, waar we €145.000 in de begroting voor 2017 voor hebben uitgetrokken, hebben wij begrepen als vanaf 2017 geldt die staffeling. En dat is niet iets wat je aan marktaanbieders of zorgaanbieders moet overlaten. Dat is iets wat we als gemeente volgens mij moeten vaststellen. Dat is ook helemaal niet ingewikkeld. Daar hebben we al een maand tijd voor gehad en we hebben nog steeds een maand te gaan. Dus wij willen een heftig pleidooi houden, voorzitter, om de financieel zwaksten de mogelijkheid te bieden waar we een maand geleden over hebben besloten. Namelijk een tussenstap van 50 en een tussenstap van €75 als eigen bijdrage. Die in de verordening op te nemen. En dit stuk niet als zodanig verder te behandelen in de raad. Maar even een kleine aanpassing te doen. Zodat we ook recht doen aan wat we een maand geleden hebben afgesproken. En daarop, voorzitter, zouden we graag het antwoord van het college horen. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben inderdaad die vraag gesteld over die staffeling, omdat wij hem ook wat misten in het voorstel. En dat sluit dus in die zin aan. Het antwoord wat we gekregen hebben, dat ze interpreteren als zijnde van die staffeling, die komt wel, maar die komt even iets later. En dus het is goed om een helderheid te krijgen van, is het nu voor 1 januari of is het in de beantwoording vanaf mei, april, mei. Dus inderdaad, graag helderheid daarover. Een ander punt wat wij nog naar voren willen brengen is, er staat het een en ander in de participatie, of in de verordening over de participatiewet over die taaltoets. En wij vroegen ons ook af van, geldt dat hier ook de digitale taaltoets? Oftewel, hoe digitaal vaardig zijn mensen? Valt dat hier ook onder ja of nee? Dat waren we eigenlijk wel benieuwd naar, omdat dat ook in deze tijd een hele belangrijke is. En een ander punt, er staan wat bepalingen in de verordening uiteraard.
Maar wij denken ook van dat het heel belangrijk is dat mensen goed geïnformeerd worden over die bepalingen. Zeker van, er staan, hebben bepalingen over van wanneer mensen wel of niet in aanmerking komen voor een aanpassing. Als je dat vooraf weet, et cetera. Nou, rondom die bepalingen is het denk ik heel wenselijk om een goede informatie en voorlichting te geven aan de inwoners, zodat men inderdaad ook kennis daarvan heeft. En onze vraag is van, zijn er al plannen of is er duidelijk hoe men dat gaat aanpakken? Tot zover in eerste instantie. Heer Matsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik stak wat laat mijn vinger op, maar het kwam omdat ik graag eerst even mijn e-mail wil checken. Want de vraag die wij hebben is eigenlijk heel simpel. Is er al een reactie van de participatieraad? Ja, die was erbij. Die zat erbij. Ja, die zat erbij. Die zat erbij. Oh. Ja. Woord is aan wethouder Scheler. Ja, voorzitter, om het laatste te beginnen. Ja, de participatieraad heeft geadviseerd en heeft positief geadviseerd. Ja, belangrijkste punt is natuurlijk het verhaal van de huishoudelijke hulp. De heer Middelkamp heeft natuurlijk groot gelijk dat we daar eerder over gesproken hebben. En mevrouw Makkinga wees al op de vraag vanuit de CDA op dat punt. Ja, hoe zit dat nou precies? Ja, die 145.000 euro die we extra hebben bedacht, is niet alleen voor staffeling van eigen bijdrage, maar ook om juist die flexibiliteit in die twee uur te hebben. Sterker nog, we hebben begrepen dat dat misschien nog wel een groter probleempunt is dan die staffeling. Daar doe ik niks aan het feit dat die staffeling er moet komen, dat heb ik afgesproken. Maar die rek in die twee uur, dat is ook een heel belangrijk item. We hebben uiteraard even contact gehad met zeg maar ook de organisaties. Je hebt, als het gaat om een verandering van zo'n regime, en dat moet in dit geval zeker, omdat dit verhaal is in feite tot stand gekomen aan de hand van de extra gelden vanuit sociale zaken. Dit is niet vanuit volksgezondheid, maar sociale zaken gaat om vanuit eigen regels. En je moet daar zeg maar met de marktpartijen zeg maar over consulteren. Het gaat om een verandering. En het leek ons wijs om dat in één bestek te doen. Want die twee uur en die staffeling hebben natuurlijk wel met elkaar van doen. De heer Middelkamp heeft technisch gezien gelijk dat je als je wil, kan je het knippen en zeggen als gemeente, nou wat er ook gebeurt inhoudelijk, hè, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen wat er ook gebeurt per 1 januari die staffeling. Het kan. Wij denken dat het misschien verstandig is om er toch één pakket van te maken en dan per 1 mei een en ander te doen. En dan doen we en de flexibilisering van die twee uur en de staffeling in één pakket. En dan kunnen we er ook hele goede inhoudelijke afspraken over maken met die marktpartijen. Nogmaals, het kan dus technisch, als dat de vraag is van de heer Middelkamp. Maar we hebben toch een voorkeur voor om dat één integraal pakket te laten zijn. En dat zou dan april, mei zijn beslag moeten hebben. Dus de vraag is of we een paar maanden daarop kunnen wachten. Mevrouw Makkinga wees nog op de taaltoets. Het is zo dat de taaltoets die zeg maar een verplichting is, dat is dan gewoon de schriftelijke. Dus dat is niet de digitale, dat is niet een verplicht waar eventueel ook een sanctie aan verbonden kan worden. Neemt niet weg natuurlijk dat digitalisering wel een item is en dat er ook wel op gewezen wordt. En we hebben ook gelukkig zeg maar aanvullend ook wel mensen die daarin helpen. En tenslotte de informatie. Ja, wij gaan zeker een informatiecampagne hebben over de bijstellingen in de verordeningen. We gaan nog even kijken hoe we dat precies kunnen doen, want het is ook heel veel techniek, hè. Ik denk dat de campagne, dat is het laatste wat ik ervan hoorde, misschien is het verstandig om met name ons te richten op de veranderingen in de regelingen. Dat we die breed uit zeg maar in de plaatselijke pers kunnen uitleggen. Voorzitter, tot zover. De tweede termijn, wie? Mevrouw Makkinga. En nog even een verduidelijkingsvraag, want de portefeuillehouder zegt van die staffeling en die flexibilisering, dat willen we in één pakket als het ware afspraken over maken. Maar stel als je dan tot goede afspraken komt en gaat het dan ook in met terugwerkende kracht? Hoe moet ik dat zien? Dat mensen zeg maar in de periode januari tot mei, april, mei, meer betalen en later dus mogelijk minder, of voor die staffeling in aanmerking komen, en hoe gaan we dan met die maanden om? Kan dat nog wat toegelicht worden? Heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb geprobeerd goed te snappen wat de wethouder zojuist zei. Ik heb er ook geprobeerd goed naar te luisteren. En
Het best haalbare wat ik eruit haal is dat u aangeeft, of althans de wethouder, voorzitter, aangeeft dat wij denken dat die koppeling zo moet blijven. Je kan er technische knip tussen maken, maar wij denken dat het beter is. De koppeling tussen beide aspecten, een schoon huisdiscussie en dus de financieel zwakkeren een stukje compenseren, die is wat ons betreft volledig zoek. Ik heb daar ook geen argumentatie bij gehoord. En alleen maar denken dat het beter is om het zo te houden, voorzitter, daar kunnen wij geen brood van bakken. Het gaat erom dat we de financieel zwakkeren daar waar zij nu het zich niet kunnen veroorloven om 100 euro te betalen, om die een stukje te compenseren. En in plaats van, als ze net buiten de boot vallen voor 25, om dat dan met 50 euro te doen. En dan zou dat wel kunnen. Dat resulteert in minder zorgmijding, dat resulteert wellicht in meer werkgelegenheid. Dus waarom, voorzitter, zouden we nou tot mei moeten wachten als het gewoon een kwestie van rekenen is een gedeelte van die 145.000 euro hiervoor in te ruimen, hier twee artikelen in de verordening aan toe te voegen en dan zijn we, wat dit onderdeel betreft, voor de financieel zwakkeren vanaf 1 januari in één keer klaar. Dus voorzitter, ik heb gehoord veel woorden van de wethouder, maar ik snap er niks van. Wij zijn daar niet in overtuigd, dus wij blijven vinden dat dit stuk eigenlijk nog even terug zou moeten en moet worden vervolmaakt met deze punten, voorzitter. En ik heb nog steeds geen vraag gesteld. Dus de vraag aan de wethouder is of de wethouder bereid is om naar deze suggestie te overwegen om de verordening met deze afspraak, waar we als raad al besluiten over genomen hebben, te gaan aanpassen voor 1 januari. Voorzitter, dat was hem. De heer De Vries erop les. Voorzitter, ik wil nog even aandacht vragen voor een bepaald juridisch aspect wat we nu terecht in de verordening opgenomen hebben, wat de uitsluitingsgronden zijn van het doen van een beroep op de vordering. Maar ik wil er even op wijzen dat in artikel 26 van over de jeugdhulp staat, voor zover de jeugdig of ouder met gebruikmaking van andere en overige voorzieningen de problemen kan verminderen of wegnemen. We komen als gemeente volgens mij regelmatig in de situatie dat een jeugdige 18 geworden is en daarmee eigenlijk een beroep op de WMO zou kunnen doen, maar dat we toch eigenlijk de voorziening onder de jeugdhulp voort willen zetten, omdat dat een betere geschikte voorziening is. Dus ik zou even aandacht willen vragen voor het feit of als we dit zo formuleren, of we dan die toekenning, ondanks deze formulering, alsnog juridisch gewoon vorm kunnen geven. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, voorzitter, laat ik beginnen met de heer Middelkamp. Kijk, het gaat hier niet alleen, als het gaat om de eigen bijdrage, het gaat niet alleen om de financieel zwakken. Het gaat om alle financiële bijdragen. We hebben alleen gezegd van, goh, het is wat te hard om alleen maar, zeg maar, de mogelijkheid te hebben van 100 euro of voor de financieel zwakken 25 euro. Het gaat over het hele palet, voor alles, voor alle voorzieningen. Voor alle dingen die te maken hebben met een schoon huis. En dan is het ook wel verstandig om met de instellingen erover te hebben van, goh, wat betekent dit eigenlijk? Ook in relatie, en daar is de relatie inhoudelijk, het aantal uren dat daadwerkelijk daar wordt besteed. Want daar is natuurlijk het verband. Kijk, het is heel lastig uit te leggen naar burgers, dat ze 100 euro moeten betalen op het moment dat er sprake is van maar 1 uur. En in de praktijk kan dat dus voorkomen. Dus er is wel degelijk een inhoudelijk verband. Dus daarom wou ik er een pakket van maken. Maar ik kan u inhoudelijk wel tegemoetkomen als ik de suggestie van mevrouw Makking ga volgen. Namelijk, als het met terugwerkende kracht, dus maken we er één pakket van. Maar de mensen zullen er geen last van hebben, want we gaan met terugwerkende kracht gaan we het tot 1 januari doen. Ik ga daar juridisch even een advies op aanvragen. Ik vind het een zeer goede suggestie. Voor de raad krijgt u daar voor mij een bericht of dit tot de mogelijkheden behoort. En ik denk dan ook richting naar de heer Middelkamp dat u dan ook inhoudelijk, zeg maar, want dat is wel in feite wat u wilde. Hè, u wilt per 1 januari gewoon zekerheid hebben dat die staffeling kan. Nou, als dan denk ik dat dat ook gerealiseerd is. Ten slotte de heer De Vries Lobles. Ja, u heeft gelijk dat er helaas een waterscheiding is tussen jeugdwet en de WMO. Dus laten we inderdaad het juridisch goed op elkaar afleggen. Het is overigens zo dat wij via de WMO wel meer mogelijkheden hebben. En in de praktijk hebben we ook ervoor gekozen, via het Samen Doen Team, om in ieder geval de voorziening zo goed als mogelijk te doen. Maar je hebt juridisch in ieder geval een punt te pakken, dus ik laat het even goed uitzoeken.
dan concludeer ik dat dit stuk als bespreekstuk naar de raad gaat. En dan gaan we over tot het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Wie wenst daarover het woord? Ik zie alle fracties. Dan begin ik bij de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben hier een beetje hetzelfde gevoel als we dat hadden bij de benaderschool. De jaarlijkse toevoeging voor onderhoud van onze gebouwen, dat wordt eventjes verlaagd van bijna 3 ton naar 175.000 euro. En ja, dat is dan wel dat het in één keer zo sterk verlaagd kan worden, dat doet je toch wel wat vraagtekens oproepen. Dus wij zouden toch graag willen weten van de wethouder wat de oorzaak is dat dit zo heeft kunnen verlagen. De heer Moerman. Ja, voorzitter, wij hebben eigenlijk maar één vraag of de voorschriften zoals die zijn voorgesteld, de gemeentelijke voorschriften, of die in de pas lopen met die van Rijksmonumentenzorg. Of dat komt het overeen. Mevrouw de Gaas van de VVD. Voorzitter, we hebben nog een paar vragen of opmerkingen. Als je gaat schuiven met de middelen in dit kader van onderhoudsgebouwen, maar je hebt ook langjarige investeringen, daar zit er trouwens een duidelijke tabel in de bijlagen. Dan geeft u keurig netjes aan dat er bij de kadernota op teruggekomen wordt voor de langere termijn. Maar wij hopen dat dit ook echt meerjarig wordt. Dus dat het goed geborgd wordt in het hele proces van kadernota en begrotingen voor de komende jaren. Wat u in de bijlagen prima aangeeft, dat zijn je ziet als het ware trends in de kosten, in die grafieken die u daar neerzet. Die zouden we toch graag continu willen blijven terugzien. Niet dat ze nu één keer in de bijlagen staan. Maar dat het ook via het staafdiagram aangegeven wordt, dit hebben we geraamd en dit is het geworden. Want dan krijg je een heel mooi één oogopslag, krijg je wat hebben we nou geraamd en wat is het uiteindelijke effect. In dat kader missen we, er staat wel in de aanbiedingsbrief staat, of in het raadsvoorstel staat wel een stukje risico. Maar we missen eigenlijk een klein beetje een echte risicoparagraaf. Van waar loop je in deze ramingen nou echt risico's op? Die komen we eigenlijk niet goed tegen hier. Dat hoeft u wat ons betreft voor het raadstuk niet aan te passen. Maar neemt u dat nou mee in de ritme wat we net al aangaven bij de kadernota en de begroting. Dat er wat uitgebreider stilgestaan wordt bij risico's. En we hadden eigenlijk ook wel een klein beetje verwacht dat u in dit stuk een kleine calamiteitenraming zou opnemen. Want echt, het staat keurig netjes in die bijlagen. Er staat prima aangegeven wat u verwacht op welk moment. Maar ik kan me zo voorstellen dat als er ergens een calamiteit is, dat je dan ook moet weten waar kunnen we dan nog in schuiven. Waar zit dan nog ruimte? Nogmaals, het hoeft voor de komende raadsstuk niet. Wij kunnen instemmen met het raadsstuk zoals het er nu ligt. Maar we zien dat toch wel graag bij de kadernota en de begrotingen als onderlegger weer terug. Via dezelfde systematiek. De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag die een beetje ligt in het verlengde van wat mevrouw Lagasse aan de orde stelt. Kijk, wat we hier doen is feitelijk de definitie van onderhoud vormgeven en vervolgens zeggen, nou, we doen het volgens bepaalde normeringssystematiek en we zitten op een bepaald niveau en dat willen we met een 10 jaar onderhoudsplan, willen we dat niveau handhaven. Dat is een hele gebruikelijke systematiek, zal maar zeggen, als u het hebt over onderhoud van vastgoed en dat soort zaken. Maar de vraag is natuurlijk wel, je hebt onderhoud van vastgoed, maar je hebt ook grootscheepse renovaties en je hebt ook vernieuwing van vastgoed. En eigenlijk zou je, denk ik, op een gegeven moment, als je het over de onderhoudstermijnen van vastgoed hebt, zou je ook eens moeten kijken van, als je het dan over die vastgoedobjecten hebt, wanneer zijn die andere fases van een onderhoudscyclus op dat moment voor die vastgoedobjecten aan de orde? Want ik kan me bijvoorbeeld best wel voorstellen als wij voor bijvoorbeeld een bepaald vastgoedelement waarvan we zeggen, nou, dat staat op de nominatie om op een bepaald moment totaal gerenoveerd te worden, dat je dan toch even je onderhoudsnormen tijdelijk verlaagt, omdat je toch weet dat er een totale vernieuwing van het pand aankomt. Dus de relatie tussen een normale onderhoudscyclus van 10 jaar met een bepaald te handhaven patroon en de momenten dat er wat andere grootschaliger of totale vervangingszaken aan de orde gaan komen, die dingen hebben soms een relatie met elkaar. En ik zou graag willen dat we in het kader van de kadernota daar ook even aandacht aan besteden.
dat zegt feitelijk niets over deze notitie zoals die nu voor ligt, maar het verband daartussen lijkt me duidelijk. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zullen iets gemist hebben omdat niemand of geen enkele andere fractie de vraag gesteld heeft. Maar waarom zouden we als gemeente dagelijks en groot onderhoud plegen op een gebouw waar je geen eigenaar van bent? En dan hebben we het over het gebouw Doek. In totaal jaarlijks en dagelijks onderhoud iets van 32.000 euro uit mijn hoofd. Misschien dat er nog een wat grotere besparing in zit als we dit niet zouden hoeven doen. Maar wat ik al zei, voorzitter, misschien hebben we iets gemist en kan de wethouder ons dit uitleggen. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. CDA heeft één vraag. Op bladzijde 3 onder het hoofdstukje financiën staat aangegeven dat geen groot onderhoud meer wordt uitgevoerd en door de herberekening van de toevoeging voor de vaste voorraad dit leidt tot een structureel overschot van 122.500. Dit bedrag wordt vervolgens als stelpost in de begroting opgenomen. Daarnaast staat op bladzijde 4 in de laatste zin dat de structurele vrijval van 122.500 zal worden ingezet om de voorziening toekomstbestendig te houden. Wat kan er nu nog gebeuren wat een dergelijke stelpost of voorziening toekomstbestendig te houden rechtvaardigt? Immers, er is toch genoeg zicht op de staat van het onderhoud en alles is inzichtelijk. We weten toch wanneer we wat kunnen verwachten. Dus dat was het, voorzitter. Het woord is aan wethouder Ter Keurst. Voorzitter, de heer Winter, sorry. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben toch ook wel een vraag die ligt in ieder geval een beetje in het verlengde van wat de VVD ook aangegeven heeft. Want wij vragen ons ook wel af van ja, hoe ga je nou onvoorziene zaken opvangen? We hebben natuurlijk het akkefietje met het dak van Carousel gehad. Ga je dan zeggen van oké, we gaan die uitgaven, die gaan we gewoon doen vanuit die voorziening en dan gaan we de toevoeging aan de voorziening weer een beetje ophogen zodat we weer in de pas gaan lopen? Of gaan we dat op een andere manier oplossen? Daar zijn we wel heel erg benieuwd naar. En dan vroegen wij ons ook nog af van, we zijn natuurlijk ook nog aan het kijken van naar verkoop van gemeentelijke eigendommen. En heeft dat dan, ja, hoe verhoudt zich dan dat tot deze langjarige prognose die we hier gezegd hebben van, nou ja, we gaan dat uitgeven aan uiteindelijk in elk jaar. Zou dan kunnen dat er dus daar nog posten uitvallen op den duur, waardoor je gewoon dus in de toekomst minder hoeft uit te geven. Dan is nu het woord aan wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Met het laatste te beginnen. Als het goed is, zitten er een aantal lijstjes bij. Dan wel hebt u in de loop van de dag lijstjes ontvangen waarin staat dat wij een flexibele voorraad hebben waarin we inderdaad geen groot onderhoud meer gaan plegen. En als u kijkt naar wat er op dat lijstje staat, dan zijn het allemaal objecten waar we nu mee bezig zijn op de korte termijn of op de middellange, dan wel de lange termijn, om die te gaan vervreemden, om die te gaan verkopen. Daar gaan we dus niet meer grootschalig in investeren. Dat is tevens, meneer Bongers, een van de redenen waarom het nu van 3 ton naar 175 kan. De grote renovaties in de flexibele voorraad doen we niet meer, dat is eruit gehaald. Er zit een staatje bij, een van de bijlagen, waarin dat verschil is uitgelegd. En dan ziet u dat naar beneden lopen. En dat is in totaal is dat 122.500 euro. U ziet in datzelfde staatje, in diezelfde tabel ook, dat we op onderdelen wat extra's gaan toevoegen waar de investeringen worden verhoogd. Ten aanzien van de vraag van de heer Moerman, loopt dit in de pas met de Rijksmonumentenzorg? Daarover vraagt u mij, dan moet ik voor u laten uitzoeken hoe dit zich verhoudt. Dan mevrouw Lagas. Ik begrijp uit uw woorden dat u eigenlijk met dit voorstel wel eens bent, maar dat u een aantal dingen geborgen wil zien in een stuk dat in het voorjaar naar ons toe komt. U wilt het goed geborgd zien, u wilt het in staafdiagrammen. Eigenlijk wilt u de totale investeringen, zowel groot onderhoud als, dat is mijn vertaling, als de vervangingsinvesteringen en de renovaties, voorschrijdend in staafdiagrammen terugzien, zodat u de vinger aan de pols kunt houden ten aanzien van de investeringen en daarna de begroting te brengen bedrag. Dat kunnen wij voor u gaan regelen. En ik neem aan dat de Raad het ook graag wil, want dan zie je in één oogopslag wat er in welke jaarschijf, zowel à fonds perdu als aan structurele lasten op u afkomt. En een echte risicoparagraaf, wat zou er kunnen gebeuren met welke gebouwen in welke hoedanigheid? Dat zou ik even met de ambtelijke staf moeten overleggen hoe we dat
in het voorjaar ook kunnen aanvliegen. Dat je een echte risicoparagraaf krijgt ten aanzien van je gebouw. Een van die onderdelen zal moeten zijn calamiteiten. Calamiteiten, het nadeel daarvan is dat ze nooit voorzien te zijn. En er zijn een aantal oplossingen, en dan kom ik ook bij de heer Wind. Dat kun je aan fond perdu betalen als je voldoende financiële middelen hebt. Je kunt het uit de voorziening trekken, maar dan moet je ook inzichtelijk maken wanneer dan de voorziening op nul eindigt. En wanneer je dus weer zou bij moeten springen. En je kunt dat doen met een begrotingswijziging. Dat zullen we u inzichtelijk maken in het totale plan richting de begroting. En dan had de heer De Vries Robles, die vroeg, eigenlijk, en dan zeg ik het in mijn eigen woorden, als je aanziet komen dat over 10 jaar er een grote vervangingsinvestering dan wel een renovatie moet zijn, dan zou je ook eigenlijk moeten weten op basis van je vastgoedmonitor wanneer schilderwerk aan de orde zou zijn. En dan is mijn vertaling, en als je dan op je klompen kunt aanvoelen dat het eigenlijk nog wel 1 jaar of 2 jaar zou kunnen zitten, dat grootschilderwerk, dat je dat dan niet uitvoert, maar dat je die besparing zoekt bij de grootschalige renovatie. Dat nemen we mee. En dan de VOV. Een deel van het doek is van onszelf. Want wij verhuren namelijk aan politie. En een deel daarvan is, we hebben daar ook de gemeentewerf zitten, lokaal. En bij vuur dacht ik ook aan de veiligheidsregio. Ja. Dus daarom zit een deel van het doek nog steeds bij ons in de exploitatie. Waarom die 122,5? Dat heb ik net proberen uit te leggen. We wilden dat in een stelpost doen, omdat we hebben gezien, toen we dit doorakkerden, niet voor de huidige begrotingsperiode, maar daarna. Dus het volgende kabinet krijgt in de staat van haar regeerperiode een forse structurele investering voor haar kiezen. Dus wat wij nu willen, is 2017 gebruiken, middels die stelpost, om een goede aanvliegroute te hebben, zodat we de eerste grote investering ook kunnen borgen. En dat willen we nader uitwerken, wat daarvoor de beste oplossing is. U kunt, want u bent daar, u gaat erover. U zegt of u dat met de knol de pot in wilt laten verdwijnen. Of dat u zegt, laten we maar op de spaarrekening zetten als stelpost voor de grootschalige onderhoud. En op het moment dat wij tot u komen met van, we hadden gedacht in het voorjaar om het zo aan te vliegen, dit is de aanvliegroute, dan kunt u die 122.500 inzetten. Het zij structureel. Dan wel dat u zegt van, we laten hem vrijvallen, we doen er wat anders mee. Wie wenst in tweede termijn het woord? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als we de redenatie van de wethouder volgen, waarbij gezegd wordt, ja, we kunnen besparen op de voorziening voor onderhoud, omdat er een aantal objecten wellicht op termijn vervreemd worden van als eigendom, dan ben ik toch wel heel benieuwd wat er met de carousel gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd wat er met het gemeentehuis gaat gebeuren, want daar boeken we dus €17.000 minder onderhoud op. Blijkbaar gaan we het vervreemden. Niet? Of we lopen op de rut vooruit? Of ik kan er niet rijmen. De redenatie en de praktijk wijzen toch iets anders uit. Of denkt de voorzitter er anders over? Nou, ik zag de wethouder naar de microfoon gaan. En ik zei van, dit is de tweede termijn. Dus laten we even kijken of er nog meer zijn. En dan is het woord weer aan de wethouder. Prima. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zaten blijkbaar abuis. Wij dachten toch serieus dat het pand verkocht was. Maar als het een verhuursituatie is, dan billijkt dat je ook verantwoordelijk bent of blijft voor het onderhoud. Maar dan hebben we daar een vervolgvraag bij. Want als je kijkt naar het spliksplinternieuwe of redelijk spliksplinternieuwe duurzaam gebouwde gebouw, is dan €32.000 zo uit mijn hoofd aan onderhoud niet een beetje aan de hoge kant? En is misschien daar nog een korte verklaring van de zijde van de wethouder op te geven? Voorzitter, om met het laatste te beginnen. U hebt ongetwijfeld ook het overzicht gekregen wat er zou moeten gebeuren ten aanzien van vervanging. Dat is in 2025 riolering algemeen bij het doek. En in 2030 hete lucht, bronpomp, warmtepomp, brandmeld, inbraakinstallatie. Dus er is maar een klein deel voor het doek wat in de
nabije toekomst ligt, nou ja, toch bijna 10 jaar verderop. Dat is de riool en al het overige ligt in 2030 ten aanzien van het doek. Dan ga ik naar de heer Bongers. Ik dacht dat hij 2 dingen had gezegd. 1, de flexibele voorraad, daarin gaan we niet meer investeren. En 2, op basis van herijking, hercalculatie, op basis van de vastgoednota, konden we ook wat naar beneden bijstellen. En als u kijkt naar dat lijstje en naar het andere lijstje van de flexibele voorraad naast legt, dan weet u precies waar we de bedragen iets naar beneden gaan bijstellen op basis van de herijking en welke tot de flexibele voorraad behoren die we kunnen gaan vervreemden. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is mij nog steeds niet duidelijk. Het gemeentehuis Ommen, daar hoeft dus blijkbaar in 1 keer 17.000 minder aan onderhoud gepleegd te worden. Wat is de bedoeling van het gemeentehuis dan? Wordt dat een flexibele voorraad of gaan we dat maar langzaam laten verwaarlozen? Ik kan het niet rijmen. En dat geldt ook voor de carousel overigens. Wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, nog 1 poging. Als het goed is, heeft u vandaag in de mail een bericht ontvangen van de Griffie. Daarin zat opgenomen een Excel spreadsheet waarin stonden vermeld alle objecten met adressen erbij die behoren tot de flexibele schil, de flexibele voorraad. Ik kan daarbij nog op pagina 1, nog op pagina 2 het gemeentehuis ontdekken. Dus het gemeentehuis hoort niet tot de flexibele voorraad. Dat blijft dus gewoon in ons bezit. Dan ga ik ervan uit dat op basis van het bijstellen van het onderhoudsniveau daarin nu een voordeel zit. En op basis van grootschalige renovatie dan wel vervangingsinvestering, dat we daar de bulk pakken. Bijvoorbeeld kozijnen, merendeel is aluminium, zo niet alles in de buitenschil is aluminium. En dan moet ik naar de ambtenaar kijken, dat vergt nagenoeg geen onderhoud. En op basis van het verlagen van het onderhoudsniveau, we zaten heel hoog. Al onze gebouwen op basis van de vastgoedmonitor, die van ons zijn, en die behoren tot de harde voorraad, die zitten hoog qua onderhoud. En op basis van de vastgoednota zou dat kwalitatief iets naar beneden kunnen. Voorzitter, met alle respect, maar vorig jaar hadden we dezelfde ramen in dit gebouw zitten als dat nu. Er waren toen aluminium kozijnen, het zijn nu nog aluminium kozijnen. Hoe kun je dan met in 1 keer het onderhoudscontract met 17.000 euro verlagen? Voorzitter, ik begrijp de vraag. Ik laat hem ambtelijk beantwoorden. En ik verwijs de heer Bongers nog even naar de bijlagen waarin de flexibele gebouwen staan. Er staat gemeentehuis niet bij. En ik wil u ook wel de herberekening laten zien waarom een aantal gebouwen in de vaste voorraad iets naar beneden kunnen qua regulier groot onderhoud. Interruptie, de heer Middelkamp. Ja, voorzitter, de wethouder die doet voorkomen alsof we dit allemaal hadden kunnen weten. Maar we hebben even gekeken van waarom hebben we dit nou gemist? Oh ja, inderdaad, vanmiddag om 1 uurtje of 2 of daaromtrent is het staatje wat u zojuist bedoelde, is via de mail bij ons gekomen. En misschien wekt dat wel enige verwarring en zouden we, en dat is al een paar keer vaker gebeurd deze avond, zouden we kunnen voorkomen, of soms zijn het 1-2'tjes of tussenfracties van dingen die we dan weer niet, waar we niet over beschikken, buiten de griffiom of hoe dan ook. Dit maakt het er niet eenvoudiger op, voorzitter. En op zo'n korte termijn is het bijna niet te doen om alles ter vergadering paraat te hebben. Dat wou ik toch graag even nog gemeld hebben. Dat is... Dat is mogelijk een punt wat u heeft, maar ik wijs dat wel op. Het gaat om technische vragen. Alleen maar technische vragen. En die worden beantwoord, die worden gesteld. En kennelijk is het in dit huis zo, van dat daar bij sommige fracties wat meer tijd overheen gaat. En de vraag van de ChristenUnie, daar zijn we inmiddels achter, want die is rechtstreeks aan een ambtenaar gesteld. Zonder tussenkomst van de Griffie. En die is ook direct weer beantwoord. En that's it. Nou, de vraag van de heer Bongers die wordt schriftelijk beantwoord. En dan concludeer ik dat dit onderwerp aan zijn eind is gekomen. Ik kijk alleen even rond van is het een bespreekstuk of een hamerstuk.
De heer Bongers zegt het is een bespreekstuk, dan is het een bespreekstuk. Voor de rondvraag heeft niemand zich schriftelijk gemeld. Dan concludeer ik dat we om 10:15 aan het eind van deze vergadering zijn gekomen. Bedankt voor uw inbreng en voor straks wel thuis.